Goedemorgen allemaal en uh, welkom bij de allereerste lezing van de CIDI-informatiereeks. Uh, elke woensdagochtend van uh, 13 januari tot en met 17 maart organiseert het CIDI een lezing, elke, ochtend vanaf om tien, elke woensdagochtend om 10 uur. Uh, van harte welkom bij de allereerste lezing. Uh, vandaag hebben we te gast uh, Dr. Uh, Wallet van de Universiteit van Amsterdam. Uh, en hij zal ingaan op de historische achtergronden van de staat Israël. Wilt u deze lezingen mogelijk maken? Dat kan. Uh, dat kan door ons te steunen, door vriend te worden of een donatie te doen aan uh, Sidi. Uh, en uh, de mogelijkheden hiertoe kunt u vinden op onze website www.sidi.nl. En dan geef ik nu het uh, woord aan de Heer Wallet. Dankjewel uh, Elkan voor, uh, voor deze introductie. Uh, nou, uh, goed om uh, ja, ik, ik zie u allemaal niet, maar u ziet mij uh, allemaal wel. Uh, het is uh, uh, mooi om, uh, om deze le le lezingenreeks af te mogen trappen met uh, de, uh, de historische achtergronden. Hè? Dus uh, eigenlijk Israël voor het ontstaan van uh, de staat uh, Israël. Uh, nou, dat is eigenlijk wat ik ga doen. Uh, volgende week gaat Wout van Bekkum uh, verder, eigenlijk waar ik ophoud, 1948. Uh, dus, uh, nou, zo uh, moet dat in elkaar uh, grijpen. Uh, mocht u gaandeweg mijn uh, verhaal uh, vragen hebben, dan uh, kunt u in die in de QA uh, hieronder uh, stellen. Uh, ik ga mijn best doen om uh, al uw vragen te beantwoorden. Uh, het zij in mijn lopende verhaal, uh, als dat past, dan uh, doe ik dat. En anders uh, uh, kunnen we dat aan het eind altijd nog, uh, nog doen. Uh, maar voel u vrij om, uh, om uw vragen uh, vooral te stellen. Uh, wat ik nu even ga doen is eerst mijn uh, scherm delen voor de presentatie. En als het goed is, ziet u dat nu allemaal? Nou, uh, heel kort, wat, uh, wat ben ik van plan? Uh, Allereerst wil ik een aantal uh, prologomena met u bespreken. Um, uh, voor degenen onder u die Grieks kennen, die weten precies wat ik bedoel. Uh, en voor degenen die dat uh, niet kennen, die gaan dat zo horen. Um, en nou, daarna heb ik eigenlijk de ik heb die geschiedenis in, in wat uh, uh, stukjes uh, onderverdeeld. Uh, tijd uh, 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 geperiodiseerd. Uh, en ik zal in, in dit verhaal vandaag vooral... Aandacht hebben voor de eerste twee uh, periodes 1881 tot 1917. De Joodse kwestie. Uh, heb ik even als over, overkoepelende term daar uh, boven gezet. 1917 tot 1948, de periode van het uh, Britse Mandaatsgebied uh, Palestina. Uh, en dan krijgen we van 1948 tot 1989 is er de Koude Oorlog. Daar zal ik heel kort ook iets over, uh, over zeggen. Uh, en dan krijgen we uh, daarna. Uh, een periode die gekarakteriseerd wordt door uh, tien jaar uh, vredesproces en daarna um, uh, twintig jaar war on terror en alles wat daarmee uh, te maken heeft. Uh, nou, de nadruk vandaag ligt op die uh, eerste twee uh, periodes. Maar om te beginnen uh, de prolegomena, dat zijn de, uh, de vooronderstellingen. Uh, en zoals u allemaal weet is uh, de geschiedenis van uh, Israël slash Palestina een mijnenveld. Uh, er zijn boekenkasten over volgeschreven eh, en uh, nou, veel van die boeken, eh, je hoeft ze maar uh, bij de hand te pakken, eh, dat, dan zie je eigenlijk al heel snel dat die vanuit een bepaald perspectief geschreven uh, zijn. Um, eh, het zij een Israëlisch perspectief, het zij een Palestijns perspectief um, uh, en uh, nou, dat, dat komt vaak, uh, niet vaak uh, bij elkaar. Um, dus Het is een heel gepolitiseerd veld ook. Dit is een van de thema's waarin je ziet dat geschiedenis en politiek uh, ook heel vaak uh, door elkaar lopen. Nou, um, uh, om aan te geven waar ik zelf uh, sta, uh, heb ik een aantal piketpaaltjes. Um, uh, hoe ik belangrijk vind dat er naar deze uh, geschiedenis wordt, uh, wordt gekeken. Uh, mijn eerste uh, piketpaaltje is: uh, geen finalisme. Uh, daarmee bedoel ik dat we uh, niet de huidige uh, situatie uh, eigenlijk als het vertrekpunt moeten pakken en waar, waar we vervolgens de hele geschiedenis die daarvoor zit als noodzakelijke stappen daartoe uh, gaan beschrijven. En alsof het niet anders heeft kunnen zijn dan dat we op het moment uh, zijn gekomen waar we nu zijn. Hè? In concreto betekent dat, hè, de, het, het is natuurlijk nu een, een uiterst moeizame relatie tussen uh, Israëli's en uh, Palestijnen, hè, dat je eigenlijk zegt dit had zo moeten zijn. Um, de, de, het, is, het is niet denkbaar he, dat het op een andere manier heeft kunnen zijn dat eigenlijk alle stappen in de geschiedenis zo worden gereconstrueerd he, dat ze uh, eigenlijk alleen maar um, uh, een verklaring bieden voor de huidige situatie. Uh, wat, je, wat het probleem van die benadering is, is dat je eigenlijk alle um, opties, mogelijkheden, gemiste kansen mist. Ja, dus het hele idee van uh, 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 kan Israël in vrede met uh, uh, buurlanden uh, leven. Um, uh, nou, een finalist eh, die, die neemt de huidige uh, situatie uh, als vertrekpunt en zegt nou, dat, is, uh, dat, dat is niet mogelijk of dat is, uh, eh, dat is onmogelijk en, en dat, dat valt uh, helemaal uh, te verklaren. Um, de, als, je, als je dat finalisme probeert te vermijden, dan zul je zien dat er op, eigenlijk op allerlei momenten in de geschiedenis ook afslagen geweest zijn die vaak niet genomen werden, hè, maar die al wel een, een, een kans hadden tot een, een eerdere vorm van vrede of een vreedzaam samenleving had kunnen geven. Dus geen finalisme. Blijf de geschiedenis eigenlijk als open benaderen. Kijk naar wat er uiteindelijk gebeurt, maar ook naar wat er niet gebeurt en wat de mogelijkheden en de kansen geweest zijn. Dus een, een open geschiedvisie. Het tweede is ook heel belangrijk. Neutraal taalgebruik. Uh, eh, eh, opnieuw, als we even teruggaan naar die boekenkast vol met boeken uh, over uh, Israël slash Palestina, eh, dan, uh, dan, dan, dan zul je al snel erachter komen dat in veel boeken een specifiek jargon gebruikt wordt. Um, eh, dat, uh, dat er eigenlijk specifieke terminologie wordt gehanteerd. Um, en die terminologie die is niet neutraal. Uh, die sorteert je eigenlijk direct al voor. En laat ik even een voorbeeld geven. Uh, de... Um, uh, de, 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 de uh, oorlog die uh, van 1947 tot 1949 uh, gevoerd werd. Als je een boek pakt uh, wat uh, vanuit Israëlisch perspectief is geschreven, dan zul je uh, lezen dat dat de Milchamet Ha'atzmaut was, de onafhankelijkheidsoorlog. Um, nou, in, in, inderdaad, he, vanuit voor Israëli's was dat de onafhankelijkheidsoorlog. Voor Israël heeft die oorlog uiteindelijk tot de onafhankelijkheid van de staat Israël uh, geleid. Um, uh, maar dat was het niet voor, pal voor Palestijnen. Hè? Dus als je eh, in Palestijnse literatuur gaat kijken, dan zul je zien dat diezelfde periode eh, dat daar een andere naam op is geplakt: al-Nakba, um, uh, de catastrofe, de ramp. Um, he, en inderdaad, voor Palestijnen is dat een anakba, een, 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 een catastrofe die daar plaatsvindt. He, maar uh, als je die term, he, als, als je de, de term uh, onafhankelijkheidsoorlog uh, uh, of de term nakba gebruikt, dan ben je eigenlijk door je taalgebruik al direct ideologisch voorgesorteerd. Dan, uh, uh, dan zit je eigenlijk al gelijk in één uh, spoor. Nou, ik denk dat dat uh, voor. Um, voor wetenschappers en voor historici de uitdaging is om daar bovenuit te stijgen. Om op zoek te gaan naar een taalgebruik dat neutraal is en dat daarmee ook de ruimte openlaat om die beide perspectieven, die ene gebeurtenis die voor de één onafhankelijkheid en voor de ander catastrofe is, om die beide te kunnen duiden. Dus mijn voorkeur heeft het dan om te spreken van bijvoorbeeld de Eerste Arabische israëlische Oorlog. Of de oorlog van 1947, 1949. He, dus dat we uh, naar een terminologie zoeken. die, voor, die, die gelijk de ruimte openhoudt. Uh, om meerdere perspectieven. Uh, ook bij elkaar te kunnen uh, brengen. en te, te, te kunnen, kunnen wegen. Um, dat, dat heeft tegelijkertijd ook mee te maken dat. Uh, dit, 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 dit speelt ook op het niveau van theorievorming. Um, he, dat, uh, dat het mij voorkeur heeft om, als het uh, hierover gaat. om. Um, Gewone standaard internationale theorieën ook uh, te gebruiken. Um, en uh, 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 opnieuw een, een, een voorbeeld. He, de um, migratiebewegingen van, uh, van joden uh, uit Europa naar uh, uh, het heilige land. He, die uh, worden uh, vaak aangeduid als de, de alliot. He, de, um, de de, de ja, het opgaan hè, is dat eigenlijk uh, naar uh, naar uh, Eretz israël naar het Heilige Land. Um, nou, die, die term uh, Aliyah, dat is een hele specifieke term, um, een geladen term ook, hè, die, uh, een, die uiteindelijk uit, uit de Hebreeuwse Bijbel afkomstig is. Hè, dat heeft te maken met het opgaan uh, naar de tempel in, in Jeruzalem. Um, en uh, door die specifieke term te gebruiken voor die migratiebewegingen, zijn dat geen gewone migratiebewegingen meer, maar worden die op een, hè, op een ja, er wordt eigenlijk gelijk een, een interpretatiekader aan toegevoegd. Um, uh, nou, uh, de, wie uh, van dit, dit, dit type terminologie gebruikt, hè, die, die pakt eigenlijk tegelijkertijd uh, een, een hele kluwe mee aan interpretaties. He, dus het lijkt mij uh, verstandiger ook he, om op dit soort punten he, uh, uh, dit als een migratie uh, aan te duiden, he, um, om een migratiebeweging uh, uh, dat, dat te benoemen, he, dus op zoek te gaan naar, naar termen, uh, naar uh, bredere uh, concepten, methodologieën, die een verklaring bieden voor, uh, uh, voor wat er hier uh, gebeurt. En dat geeft ook de, uh, de mogelijkheid om um, tegelijk de. Uh, de, 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 de ver, vergelijking in te bouwen. He, op het moment dat je heel specifiek bent in je terminologie en zegt: he, dit is een, uh, ook qua methodologisch, uh, is dit zo uniek dat kan niet vergeleken worden. Um, ja, dan, dan ontbreekt inderdaad he, alle vergelijkingsmateriaal uh, met uh, andere casus, uh, andere historische uh, casus. Um, nou, en dat, dat is zeker voor historici hè, wel van belang, om eh, juist te begrijpen, hè, juist ook wat er anders is, hè, moet je juist wel kunnen vergelijken. Um, een volgend uh, piketpaaltje voor mij is uh, dat, uh, we hier, dat er hier sprake is van een vervlechtungsgeschichte, hè, of een histoire croisée uh, op zijn Frans, een vervlochten geschiedenis. Um, hè, we gaan weer even terug naar die boekenkast. Uh, en, uh, en dan zul je zien dat veel van die boeken hè, die uh, gaan of over Israël of over Palestijnen. En dat wordt daar vaak hè, als uh, dat zijn de main characters en uh, hè, de ander is daarin, um, uh, zeg maar de de, 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 de tweede uh, partij. Um, uh, en soms uh, zelfs nauwelijks in beeld. Hè, die ontbreekt uh, bijna. Uh, nou, als we, als we gaan, gaan kijken naar de, de historische realiteit, hè, de, de, de facts on the, uh, on the ground, hè, dan zie je dat um, uh, Joden en uh, Arabieren in, uh, in het heilige land uh, uh, ja, voortdurend met elkaar geconfronteerd worden, uh, hè, vaak ook door elkaar uh, leven, uh, uh, vormen van samenleven moeten ontwikkelen, maar ook uh, natuurlijk ook. Conflict uh, uh, hebben. En dat daar sprake is van actie en van reactie. Um, en wat eigenlijk laat zien, dat, uh, he, dat je de, de geschiedenis van Israël kun je niet goed beschrijven zonder de geschiedenis van Palestijnen. En omgekeerd. He, dus uh, 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 principieel is dit een vervlochte geschiedenis. Dit zijn die, die twee die, die haken zo in elkaar dat je eigenlijk alleen een goed zicht hierop kan krijgen als je beide perspectieven. Uh, 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 beide ideologisch inzetten, uh, 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 beide uh, um, uh, emoties ook uh, uh, serieus neemt. En, uh, en dan kun je juist ook zien hoe die twee op elkaar uh, inspelen en elkaar beïnvloeden uh, op tal van manieren ook. He, dus het is een vervlechtingsgeschiedenis, een, een vervlochten uh, geschiedenis. Uh, nou, mijn laatste punt uh, heeft te maken met, uh, uh, met bronnen. Uh, en, en dat is juist omdat er zoveel ruis uh, uh, eigenlijk rond dit hele uh, thema zit, uh, dat ik het ontzettend belangrijk vind om uh, terug te kunnen gaan naar de primaire bronnen, uh, uh, naar de teksten zelf. He, dus als we het hebben over het Britse mandaat, uh, nou, dan moeten we ook lezen he, wat er in die teksten van het mandaat precies staat. He, in het mandaatsbesluit van de Volkenbond. Lees de teksten, praat er niet over zonder dat je de, de, de primaire teksten zelf gelezen hebt. Uh, het betekent ook dat, uh, hey, dat, 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 dat het ontzettend belangrijk is om uh, et, de archieven, de relevante archieven en de relevante bronnen uh, te, um, te, 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 uh, te, bestu te bestuderen. Nou, dat. Um, uh, dat, 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 dat plaatst wel een aantal limieten uh, op, ons, uh, 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 op ons onderzoek. He, dat betekent bijvoorbeeld uh, dat uh, in het geval van Israël, uh, er is een, uh, een archiefwet, uh, gelukkig, waardoor uh, archieven worden vrijgegeven uh, uh, na een, uh, met een termijn, uh, vervaltermijn van, uh, van 40 jaar. Uh, nou, dat betekent dat, uh, dat we eigenlijk kunnen zeggen, uh, de, de afgelopen 40 jaar, daarvan zijn de archieven in Israël nog gesloten. Um, dus daar, daar kunnen wij, um, uh, he, da, 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 daar zitten we eigenlijk nog te dicht op. Daar hebben we nog geen volledige toegang tot uh, de alle relevante uh, bronnen. Um, en dat dat maakt ook dat we he, wat we over de afgelopen 40 jaar kunnen zeggen, uh, een andere status heeft, veel meer. Um, uh, de, 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 nou, veel meer gebaseerd uh, moet zijn op, op, op journalistieke bronnen, op oral history. Hè, maar um, dat we de echte bronnen niet hebben, uh, de, 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 de uiteindelijke bronnen hè, van uh, bijvoorbeeld het Israëlische kabinet die bepaalde beslissingen neemt en van het Israëlische leger. Um, nou, dat, uh, dat, dat, dat zorgt ervoor dat, dat we hè, met, met veel meer omzichtigheid uh, over die afgelopen 40 jaar kunnen spreken. De periode daarvoor, hè, daarvan zijn. Veel bronnen wel vrijgegeven. He, niet allemaal. He, er is ook een deel ge, nog steeds geclassificeerd, uh, gesloten. He, maar uh, er is in ieder geval zoveel beschikbaar he, dat we daar met veel meer zekerheid uh, dingen over uh, kunnen zeggen. Uh, he, en dat zie je eigenlijk ook he, met, met dat die, termijn, die archieftermijn opschuift, dat er eigenlijk steeds nieuwe onthullingen over die periode naar voren komen. He, en dat je ziet dat het dan vaak toch net weer even iets anders zat dan we heel lang uh, dachten. Um, nou, dat, uh, um, he, dat, 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 is, dat is ontzettend belangrijk, he, dat, dat juist ook dat, dat primaire onderzoek, dat archiefonderzoek, uh, gebeurt en dat op basis daarvan he, uh, ook nieuwe uh, interpretaties worden uh, ontwikkeld. Um, het probleem hierbij is dat, uh, he, dat idealiter we he, dit natuurlijk, he, juist vanuit het idee van een vervlechtingsgeschichte, ook voor de andere kant zouden doen. He, dus dat we ook de archieven van uh, Egypte en Syrië en uh, Libanon... Uh, he, dat we daar ook graag uh, onderzoek in zouden uh, willen uh, doen... Uh, he, om juist ook te kijken hoe ook die landen daar een, een plek in uh, hebben. Nou, uh, helaas uh, zijn die uh, archieven uh, veel lastiger of helemaal niet toegankelijk. Uh, he, dus dat, uh, nou, dat, dat zorgt eigenlijk ook al gelijk voor een imbalance... He, als je bijvoorbeeld uh, de oorlog van 1967 bestudeert, heb je aan de ene kant heb je wel heel veel bronnen, en aan de andere kant uh, ja, zit je eigenlijk met een, een probleem. Hoe moeten we dat oplossen? He, als we niet kunnen lezen wat het Egyptische leger en wat Nasser nou precies dachten. He, dus daar moeten allerlei omwegen eigenlijk voor bedacht worden. Um, uh, maar daar zit een, een imbalance uh, in. En dat moeten we eigenlijk ook voortdurend realiseren. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor uh, Palestijnen. He, die uh, he, hebben geen staatsinstellingen uh, en daardoor wordt er ook, worden er ook geen archieven aangemaakt. Um, he, dus dat, um, uh, nou, dat, dat vanaf het moment dat de Palestijnse autoriteit er is, gebeurt dat wel, he, maar voor de periode daarvoor niet. Dus uh, je moet heel goed nadenken hoe kunnen we he, dan toch het Palestijnse perspectief uh, en Palestijnse bronnen uh, daarin een, een plek geven en hoe kunnen we dat he, op een evenwichtige manier uh, afwegen. Het zorgt er wel voor hè, dat we, uh, ja, en uh, dat, dat vertaalt zich ook wel in het onderzoek, uh, dat, dat we veel meer weten over die Israëlische kant. Uh, hè, omdat daar veel meer wordt vrijgegeven. Uh, hè, en uh, niet alleen uh, archiefmateriaal dat, uh, dat, dat Israël flatteert, hè, maar ook archiefmateriaal dat, uh, dat, dat pijnlijk is. Um, en uh, nou, dat dat, dat, dat uh, langs de andere kant uh, veel lastiger uh, te, te, te bereiken is. Uh, nou dit, dit zijn eigenlijk mijn uh, belangrijkste piquetpaaltjes. Uh, voor vandaag heb ik eigenlijk twee belangrijke insteken. He, die eerste insteek die volgt eigenlijk uit wat ik net heb gezegd: multiperspectiviteit. He, ruimte laten voor meerdere perspectieven. Uh, en die integreren in je historische uh, reconstructie. En um, uh, het grote belang van de internationale geopolitiek. Uh, Vaak wordt gesproken over uh, Israël slash Palestina uh, alsof dit um, vooral gaat over wat Israëli's en wat uh, Palestijnen uh, precies willen. Um, nou, nu spelen die natuurlijk een hele belangrijke rol hierin. Uh, maar uh, dat, hele, uh, dat, dat is dus dat voor mij een, een zeer belangrijk uitgangspunt. Voor een goed begrip, voor een goede interpretatie van wat daar gebeurt, um, he, hebben we die internationale geopolitiek nodig. Um, het uh, Arabisch-Israëlisch conflict is nooit een geïsoleerd conflict. Dat is altijd ingebed in grotere uh, uh, geopolitieke conflicten. Um, en, en alleen als je dat erbij pakt, he, dan zul je zien dat heel vaak de ultieme beslissingen niet in uh, Tel Aviv of in Jeruzalem of in Ramallah of uh, 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 in Cairo uh, genomen werden, uh, maar in Washington. Uh, of in uh, Moskou. Hè, eigenlijk op hele andere plekken uh, uiteindelijk de ultieme beslissingen uh, werden genomen. Um, hè, dus je hebt dat hele internationale perspectief nodig om, om goed te kunnen begrijpen wat er in deze specifieke casus van dat hele kleine gebied uh, aan de Middellandse Zee precies gebeurde. Nou, dat zijn even mijn prologomena. En ik, ik hoop uh, dat, dat, uh, dat, dat, dat uh, u zult zien uh, hoe zinvol en hoe um, uh, ja, behulpzaam het is om. Om, om, om deze insteek uh, te pakken. En he, he, nou, het is mijn doel dat, he, dat, dat iedereen die, die dit uh, ook al, heb je al heel veel hierover gelezen en nagedacht, maar dat, he, dat, dat, dat dit uh, college ertoe leidt dat je, um, he, dat, dat je een beter begrip ontwikkelt van, uh, van beide partijen uh, in, in dit uh, conflict. En dat je, uh, dat je beter snapt waarom de dingen uh, gaan uh, uh, zoals ze uh, uh, gegaan zijn. Uh, en ook wat er uiteindelijk niet. Uh, gebeurd is. Goed, we gaan uh, naar ons eerste uh, stukje. En uh, dat uh, is de periode 1881-1917. 1881, uh, 1881 uh, waarom begin ik uh, uh, bij dat jaar? Uh, nou, dat, dat, daar zal ik straks nog wel even op terugkomen. Hè? Maar je kan eigenlijk zeggen dat is een heel cruciaal jaar uh, in de Joodse geschiedenis. En uh, uh, daar da, 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 da gebeurt eigenlijk in dat ene jaar gebeurt heel erg veel. Um, op, op meer, in meerdere gebieden, meerdere niveaus. Um, in 1917, uh, en dat is uh, het jaar van de, de Belfort Declaration. Hè, en ik kan zeggen dat is een, een, ook een markeringspunt. Uh, en nou, wat dat precies betekent, daar kom ik zo ook wel even op terug. Uh, maar om dit goed te kunnen begrijpen, wil ik eerst met u even naar dit, dit plaatje kijken. He, u ziet hier uh, nou, Europa en uh, een gedeelte van het Midden-Oosten. En uh, dit is natuurlijk een heel andere plattegrond uh, van, uh, dan, dan die, we, die, we, die we tegenwoordig hebben. He, de wereld ziet er uh, een stuk anders uit. En, en dat heeft er vooral mee te maken, als we he, er een huidige kaart naast uh, zouden leggen, dat, he, dat, dat, dat we tegenwoordig heel veel van die kleine landjes hebben, uh, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Polen, uh, Litouwen, Estland, Letland. nou, al die uh, kleinere landen, uh, uh, ja, die bestaan hier helemaal uh, uh, niet. Uh, dit is een, uh, een wereld die eigenlijk heel lang normaal was, die we hier tegenkomen. Dit is namelijk de wereld van de empires, van uh, de multiethnische rijken. Uh, nee, nou, dat is het, het, het Ottomaanse Rijk. Uh, het uh, Russische Rijk, het Habsburgse Rijk, het Duitse Rijk, in zekere zin ook het Britse Rijk. Um, en dat zijn allemaal grote multiethnische rijken. En um, dat is eigenlijk heel lang uh, de stabiele politieke, uh, politieke organisatievorm uh, in, in dit deel van de wereld. En uh, wat betekent zo'n multiethnisch rijk? He, dat daar in zo'n rijk mensen van allerlei talen, van allerlei religies, uh, van allerlei, met allerlei culturen... Uh, uh, samenleven. Um, en dat dat uh, in, in principe... de normale situatie is. Dat je met mensen van allerlei verschillende... achtergronden samenleeft. Um, en uh, da, dat, dat, dat... hele rijk wordt samengehouden... door een dynastie. He, de, uh, de sultan... Uh, de, de tsaar... Uh, de keizer. He, daarin komt dat hele rijk... Uh, in, uh, in samen. En... Uh, Um, dat, dat, houdt dat houdt dat ook bij elkaar. Hè? En, en vaak is het wel zo hè, dat een bepaalde bevolkingsgroep uh, een, een geprivilegeerde positie heeft, um, uh, hè, maar uh, dat, dat, um, uh, dat, dat laat tegelijkertijd onverlet dat, het, hè, dat, dat die rijken zo georganiseerd waren dat het, dat het volstrekt uh, uh, normaal uh, en, en gebruikelijk was dat er diversiteit was: verschillende talen, verschillende religies, verschillende bevolkingsgroepen uh, naast elkaar. Uh, nou, deze situatie, uh, die heel lang stabiliteit aan de wereld gaf en heel lang normaal was, uh, wordt in de loop van de 19e eeuw steeds meer uh, van binnenuit aangetast. Uh, in al die uh, rijken krijgen we bevolkingsgroepen die zichzelf eigenlijk gaan uitvinden als full-fledged naties. Bevolkingsgroepen die zeggen, ja, we spreken met elkaar een gezamenlijke taal. We hebben vaak ook een gezamenlijke uh, religieuze uh, achtergrond. Um, uh, we, we zijn een uh, we, we hebben een eigen uh, culturele traditie. En uh, we willen eigenlijk dat dat ook politieke consequenties gaan krijgen. He, dus zij vinden zichzelf eigenlijk uit als een volk um, uh, die een natie wil worden, He, die een waar, waar een nazistaat gecreëerd uh, moet uh, uh, van, van moet worden. Um, en dat, zijn, eh, dat, 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 dat wordt gedragen. Er eh, ontstaan politieke bewegingen, nationalistische bewegingen, die als doel hebben eh, om um, ja, die bevolkingsgroepen uh, eigen, uh, een eigen politieke uh, vorm van organisatie uh, te geven. Uh, en je kan zeggen in de 19e eeuw eh, dan, dan kantelt eigenlijk het beeld van die, uh, die multi-etnische rijken als de normaal toestand, als de default. Positie. Hè, en dat dat verandert in, hè, wat in het Duits zo mooi wordt genoemd, een, het idee van een volkergevangenis. Dit is eigenlijk een grote gevangenis van volkeren geworden. Um, het is eigenlijk een compleet nieuwe visie op wat die empires uh, precies uh, betekenen. Het, het wordt een gevangenis voor volkeren. Zo wordt dat in ieder geval in die nationalistische bewegingen gezien. Nou, van binnenuit wordt zo eigenlijk de, de legitimiteit uh, van het bestaande politieke model. Aangetast. En dat gebeurt eigenlijk in al die rijken. Dat gebeurt in het Habsburgse Rijk, in het Russische Rijk, in het Ottomaanse Rijk, uh, eigenlijk overal uh, gebeurt dat. Um, en uh, en nou, zo, zo krijgen we uh, een Poolse nationale beweging, um, een uh, Armeense nationale beweging, een, een Koerdische nationale beweging, een uh, Hongaarse nationale beweging um, uh, en ga zo maar door. Um, hè, en nou, we weten allemaal, hè, na de Eerste Wereldoorlog hè, worden eigenlijk heel veel van die nationale bewegingen die, uh, die behalen um, eigenlijk hun succes uh, en uh, ja, de kaart van Europa wordt opnieuw getekend hè, en dan krijgen we die lappendeken uh, van uh, ja, allerlei uh, nieuw gecreëerde nazistaten, uh, het, het succes van die nationalistische bewegingen. Nou, in die context komt iets op wat wordt genoemd de Joodenvragen. Um, eigenlijk voelt iedereen al aankomen die kaart van, van de wereld in uh, van dit deel van de wereld gaat opnieuw getekend worden uh, en uh, voor, voor veel van die, uh, die, 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 die nationaliteiten lukte het min of meer om uh, een lijntje erom te tekenen en zeggen nou hier wonen de meeste Litouwers, hier wonen de meeste Polen he, natuurlijk uh, waren er uh, allerlei minderheden tegelijkertijd, he, maar um, dat lukte min of meer uh, de grote vraag wordt echter wat moeten we met de Joden? Die Joden die wonen eigenlijk verspreid over al die multi-etnische rijken. Eh, daar kun je niet makkelijk een, een lijntje omtrekken en zeggen: Nou, hi, hier hebben we ze allemaal bij elkaar. Hè, laten we ze hier dan uh, uh, ook een, een eigen uh, uh, groep uh, 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 vormen, uh, een eigen nationaliteit uh, uh, geven. Um, dus uh, eigenlijk al die, in, in de context van al die multi-etnische rijken wordt de vraag: wat moeten we hey, als die wereld op deze manier nieuw getekend gaat worden. Um, wat, he, dat is eigenlijk de, de, de niet-Joodse samenleving die vraagt, wat moeten we met de Joden? Welke politieke plek moeten we aan hen geven? Um, passen ze eigenlijk wel in die uh, nieuwe constructie, die nieuwe politieke structuur die we met elkaar uh, aan het uitvinden zijn? Um, maar dat wordt natuurlijk ook een vraag voor Joden. Um, he, geconfronteerd met deze nieuwe context van opkomende nationalistische bewegingen. Um, ja, wat is eigenlijk uh, de plek voor Joden? Nou, de, de, de Joden denken daar niet eensluidend over. He, er worden heel veel verschillende strategieën ontwikkeld door, uh, door Joden uh, uh, om al een antwoord te geven op die Jodenvragen, He, op dat, die Joodse kwestie He, of het Joodse probleem, zoals het zelfs wordt genoemd. He, Joden worden in die zin een probleem voor, uh, voor al die Europese samenlevingen. Uh, nou, er zijn heel veel verschillende Joodse antwoorden. En ik zal heel kort, heel beknopt uh, aangeven wat die antwoorden zijn. Het eerste antwoord is van een groep Joodse intellectuelen, die zeggen, met name in de Habsburgse context, maar ook in de Ottomaanse context, die zeggen, ja, het beste eigenlijk wat ons kan overkomen, is wat we nu al hebben. Die multiethnische rijken, waarin we gewoon één van de vele minderheden zijn. En dat is eigenlijk de beste plek voor, 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 voor Joden. Dus wij willen vooral dat die multiethnische rijken behouden blijven worden. Hier ligt eigenlijk het, het begin, de eerste he, ideologische fundamenten van wat he, multiculturalisme wordt, uh, uh, wordt door uh, Habsburgse Joodse intellectuelen geformuleerd. Principiële verdediging van het idee van een empire als een multiethnische, multireligieuze, multiculturele staat, he, waarin Joden ook hun plek uh, in kunnen nemen, he, maar uh, waarin ze gewoon een van de vele bevolkingsgroepen zijn. Um, nou, dat is een eerste strategie. Een tweede strategie is een groep mensen die zegt: uh, uh, ja, inderdaad, hè, Joden zijn een, uh, een vragen, een probleem. Um, uh, ze passen niet in die nieuwe wereld die gaat ontstaan. Um, dus het beste voor Joden is om maar heel snel op te gaan uh, in de bevolkingsgroepen uh, van waar je toevallig woont uh, uh, en uh, je eigenlijk je Joodse identiteit. Achter je te, te laten. Ook dit is een strategie die door allerlei Joden in die verschillende multi rijken wordt omarmd. En die allerlei pogingen doen om nou, hun Joodse identiteit achter zich te laten. Bijvoorbeeld door zich tot het christendom te bekeren of tot de islam te bekeren. Maar de route van de assimilatie te bewandelen. Een derde optie is dat zijn mensen die zeggen, nou, wij willen niet assimileren in die zin dat we onze Joodse identiteit eigenlijk helemaal willen uitgummen. Maar wij worden actief in de lokale nationale beweging. Jodendom is een religie, maar het is geen nationaliteit. En als wij in Polen wonen of we wonen in... Uh, het Turkse deel van het Ottomaanse Rijk, dan doen wij gewoon mee met uh, de nationale beweging uh, van dat gebied. En wij, uh, wij worden heel erg actief in die, die nationale beweging, uh, uh, in de hoop hè, dat er uh, voor Joden in religieuze zin, in die nieuwe nation na nationale uh, staten waarvoor wordt gevochten, uh, dat daar ruimte voor, uh, voor komt. Het hangt heel erg af van het karakter van die nationalistische beweging, of daar ruimte is voor participatie van Joden. Hè, bijvoorbeeld um, uh, het Hongaarse. Uh, uh, nationalisme uh, was uh, eigenlijk redelijk open voor participatie van Joden, hè, terwijl het Poolse nationalisme uh, dat eigenlijk uh, nauwelijks mogelijk was. Uh, dus het verschilt heel erg van, uh, uh, van nationalistische beweging tot nationalistische beweging of Joden daarin konden participeren en of dit een route was voor Joden om die uh, Jodenvragen voor zichzelf uh, op te lossen. Um, en datzelfde geldt eigenlijk binnen de context van het Ottomaanse Rijk. Um, in, in sommige uh, van die nationalistische bewegingen die opkomen, he, bijvoorbeeld in Egypte, uh, he, daar kunnen Joden meedoen. Uh, in andere, bijvoorbeeld in Irak, uh, um, uh, is het eigenlijk onmogelijk voor Joden om daarin een, een rol te gaan spelen. Dus grote uh, diversiteit. Um, een volgende strategie is een groep uh, Joden die zegt, uh, ja eigenlijk hè, zijn Joden uh, ja, hetzelfde als al die andere bevolkingsgroepen die zich nu opnieuw uitvinden hè, als, uh, als naties. Ook wij uh, hebben een eigen taal, uh, een eigen uh, religie, een eigen cultuur. Um, dus ja, ook wij willen een vorm van politieke agency, uh, net als al die andere bevolkingsgroepen. Uh, en dat willen we waar we nu wonen. Um, en dit is met name een, een strategie die uh, uh, veel uh, uh, opkomt in wat wordt genoemd de Peel of Settlement, eh, het Joodse bewoningsgebied in het Russische Rijk, waar, uh, uh, waar, waar relatief veel Joden wonen. En zijn, nou, wij willen hier een vorm van Joodse autonomie. Uh, we hoeven geen eigen staat, maar we willen een vorm van. Uh, autonomie uh, ontvangen hè, binnen een uh, groter geheel, het Russische Rijk of het Habsburgse Rijk, hè, waarin we um, uh, ook vormen van politieke representatie hebben uh, uh, en uh, binnen een, een gefederaliseerde staat hè, ook uh, Joden uh, mee kunnen doen, maar met een politieke identiteit op de, in de gebieden waar je nu woont. Uh, nou, dan uh, is er een, uh, een volgende groep die zegt: ja, wij vinden dat ook. Uh, maar we zien wel dat uh, dat gaat niet lukken in de, in de gebieden waar we nu wonen. Uh, de mensen die, uh, die motten ons hier niet. Ze vinden ons een probleem. Uh, ze zien dat wij een hindernis zijn in de realisering van hun eigen nationale dromen. Ze dromen van, van een land he, met, uh, waar, waar eigenlijk Joden geen plek uh, in hebben, omdat Joden um, ja, een, een stoorzender uh, worden. He, ze worden eigenlijk in al die nieuwe nationale staten, die, die na de Eerste Wereldoorlog gaan ontstaan, dé stereotype minderheid. In plaats van één van de vele minderheden, zoals dat was binnen die empires, worden Joden nu eigenlijk overal de grootste minderheid. Uh, en daardoor he, ook uh, een probleem eigenlijk in die opbouw van die nationale staten. Of zo worden ze in ieder geval gepercipieerd. Nou, deze groep Joden die zegt, um, uh, nou, dat, wat, wat er nou moet gebeuren is dat he, Joden, net als alle anderen, uh, 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 ook he, die, uh, po een, een politieke uh, entiteit moeten hebben. Um, en het doet er eigenlijk niet toe waar in de wereld. Um, als er maar ergens in de wereld een lapje grond voor ons is. waar wij ook um, uh, een eigen vorm van uh, uh, politieke uh, realisering uh, kunnen, uh, kunnen hebben. En daar kunnen dan al die Joden he, naartoe die eigenlijk klem komen te zitten. door die nationalistische bewegingen uh, van, uh, van de 19e eeuw. Uh, nou, deze optie wordt het territorialisme genoemd. Het territorialisme um, heeft uh, met, uh, met, uh, met uh, het Portugese uh, Rijk, met de Britten, um, uh, 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 met, met de Amerikanen, met de Australiërs, eigenlijk overal in de wereld gezocht naar, uh, naar plekken uh, in Angola, in Oeganda, uh, in uh, Australië, uh, zelfs met de Nederlandse regering in Suriname. Uh, met als doel hè, om daar een, een Joodse provincie of zelfs een Joodse staat uh, te kunnen vestigen. Uh, dat terri terri territorialisme is lange tijd uh, heel populair geweest. Uh, uh, en dat leek heel lang ook uh, uh, uiteindelijk met, met resultaten te kunnen komen. Uh, uh, toch moet je uiteindelijk zeggen, is het een verliezer geworden? Uh, deze vorm van Joodse nationalisme is uiteindelijk niet met een oplossing gekomen. Um, dat is de, 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 ander, de laatste vorm van Joods nationalisme, um, het Zionisme, uh, geworden. Um, nou, dat, dat Zionisme, he, wat dat precies is, daar uh, da, 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 da ga ik zo even op verder. He, maar we hebben hier dus eigenlijk een hele rij met allemaal verschillende strategieën van Joden, um, nationale strategieën. Uh, eh, nationalistische strategieën en uh, um, uh, strategieën van participatie uh, uh, in uh, bestaande contexten. Um, eigenlijk tot aan uh, de, de, de tweede wereldoorlog is dit het hele palet. Hè? En uh, uh, het is heel belangrijk om te zien: Zionisme hè, als joodse nationale beweging um, is één van de vele bewegingen, één van de vele stromingen. Um, uh, en heel veel Joden kiezen voor andere politieke uh, strategieën en andere politieke opties. En uh, uh, uiteindelijk hè, moet je zeggen hè, dat, dat veel van die opties uh, die zijn uh, gesneuveld, uh, die hebben het niet gehaald. Om wat voor reden dan ook. Um, en, en het sionisme um, heeft wel uh, zijn programma uh, weten te, uh, te realiseren. Het sionisme is eigenlijk um, uh, hetzelfde als het territorialisme. Alleen weten ze wat de locatie moet zijn, namelijk het heilige land is israël De locatie he, waarin in de gebeden uh, aan uh, wordt gerefereerd, waarin uh, in de Hebreeuwse Bijbel uh, aan wordt gerefereerd, um, uh, dat moet de locatie zijn voor de Joodse nationale beweging. He, daar moet een Joods-nationaal uh, te huis uh, gevestigd gaan, gaan worden. Um, nou, dat dat uh, 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 zorgt ervoor he, dat er um, uh, een, een migratie op gang begint te komen naar het Heilige Land. Um, die, dat is uh, uh, een, een vrij bescheiden stroom. Uh, en da dat is ook in zekere zin in continuïteit met uh, een migratie die al in de vroegmoderne periode ook plaatsvond. En er is eigenlijk al, al voortdurend wel uh, migratie geweest uh, uit de Joodse wereld naar, uh, naar Palestina. Um, en uh, um, uh, ik spreek over de Hebreeuwse Bijbel, daar komt de vraag binnen. Hè, uh, 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 dat is uh, de, de, de benaming voor wat in de, de, de algemene cultuur hè, het Oude Testament. Uh, wordt genoemd. Hè? Het eerste deel van de christelijke Bijbel. Uh, de Hebreeuwse Bijbel, hè, ik zou zeggen, is de, de Joodse Bijbel. Ehm. Um, uh, dus er, ga, er gaat migratie uh, plaatsvinden, maar het, 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 nieuwe van, het nieuwe van het karakter van die migratie die nu gaat plaatsvinden, hè, is dat die politiek gemotiveerd is. He, dat het, uh, het doel daarvan is, uh, ja, een, een oplossing in het kader van de Jodenvragen Van uh, het, Jood, het Joodse probleem. Uh, wat is de. De strategie voor Joden in een, een nieuwe wereld. waarin nationalistische bewegingen het voor het zeggen hebben gekregen. Um, zij komen in een gebied. Hè, wat uh, het, met name. het, het zijn uh, aanvankelijk enkele het, tientallen, honderden. Uh, uh, Joden, uit, met name uit het Russische Rijk. Uh, uh, die uh, met de boot via Istanbul. Uh, uiteindelijk naar het Heilige Land uh, uh, komen. Um, zij gaan zich daar uh, uh, vestigen. Um, in he, het gebied, dus dat van, van, van de uh, wat, wat Ottomaans is, het is gewoon een onderdeel van het Ottomaanse uh, uh, Rijk. Um, nou, nu uh, is het uh, uh, belangrijk om te realiseren he, dat uh, echt op dat moment uh, de Joodse gemeenschappen uh, in het Ottomaanse Rijk, uh, dus zoals uh, eigenlijk alle minderheden in het Ottomaanse Rijk, uh, de Armeniërs, uh, de Grieken, uh, dat echt de, de top uh, in Istanbul zit, in Constantinopel. He, daar zit dus ook de Gagambashi. Uh, dat is eigenlijk formeel he, de ongekroonde uh, leider uh, van uh, de Joodse gemeenschappen in het Ottomaanse uh, Rijk. Um, he, dus dat is een hele cruciale positie in dit hele uh, gebeuren. Um, nou, de, uh, de Joden die gaan zich daar uh, vestigen um, in een, een gebied wat eigenlijk onderdeel uitmaakt van een grotere uh, Ottomaanse uh, uh, entiteit. En dat is uh, uh, Al-Shams. Uh, uh, het, uh, het Syri de Syrische provincie. Uh, en, de, en dat is eigenlijk uh, de, de politieke eenheid uh, waarbinnen deze uh, nieuwkomers uh, terechtkomen. Uh, ja, wat is dat uh, Zionisme nu eigenlijk precies? Uh, de, we hebben dus eigenlijk al gezien: het is een Joodse nationale beweging hè, die eigenlijk net als de Polen, uh, net als de Grieken. Net als uh, de Egyptenaren he, zegt. We zijn een, een volk, we hebben een eigen taal, we hebben een eigen cultuur. He, en we willen dat ook politieke uiting geven. We willen ook een vorm van politiek zelfbestuur uh, daarvoor uh, krijgen. Um, nou, dat is in, in zekere zin, he, die opkomst van het sionisme. Um, is een, uh, een, 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 een vrij radicale koerswending. Uh, uh, van uh, uh, wat er eigenlijk gangbaar was aan het begin van de 19e eeuw. Aan het begin van de 19e eeuw he, is, is de, de geest van de Franse revolutie uh, nog vaardig over, uh, uh, over, over, de, uh, over veel Joden. He? En het idee is um, uh, Joden uh, moeten geëmancipeerd worden. He? Nou, emancipatie betekent eigenlijk he, heel simpelweg gelijke rechten en gelijke plichten krijgen. He? Joden moeten in de landen waar ze wonen als individuen een gewoon burger worden van Nederland, van Frankrijk, van uh, Duitsland, uh, nou, van welk ander land dan ook. He, dat is de strijd voor emancipatie, voor gelijkberechtiging van Joden. Uh, nou, dat uh, begint in 1791. De Franse Joden krijgen als eerste gelijke rechten. 1796 de Nederlandse Joden krijgen als tweede gelijke rechten. Um, en uh, dat het dat, uh, nou, dat, dat, dat gevecht voor die emancipatie hè, in de loop van die 19e eeuw hè, gaat dat steeds meer naar Oost-Europa. Uh, en uiteindelijk in 1923 is Roemenië het laatste Europese land dat Joden gelijke rechten uh, gaat, uh, gaat geven. Hè. Dus dat is die strijd om emancipatie, dat individuele Joden, gewone normale Fransen, Nederlanders, uh, 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 Hongaren worden, net als ieder ander. Um, dat betekent dat uh, de nationaliteit, de nationale identiteit, dan, he, 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 de nationaliteit is van het land waar je in leeft. En de Joodse identiteit is primair een religieuze identiteit. He, dus je bent een Nederlander. Uh, uh, en, en zoals er katholieke Nederlanders en Protestantse Nederlanders zijn, zo zijn er ook Joodse Nederlanders. Uh, en dat is eigenlijk het model van die emancipatie. Ja, heel lang denken veel Joodse intellectuelen: dit is de oplossing. Fantastisch. En je moet eigenlijk ook zeggen: tot aan de Tweede Wereldoorlog blijft dat ook een heel sterk overtuigend idee. En ook nu nog, natuurlijk, is dat zo. Um, maar uh, gaandeweg, uh, met name in die context van uh, Oost-Europa en van het Ottomaanse Rijk, hè, zien we dat die emancipatie eigenlijk helemaal niet, uh, niet vlot. Uh, en, en dat daardoor allerlei Joden zeggen van ja, dit, uh, dit, dit, dit lijkt, het lijkt niet, niet te werken. Um, de, 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 deze, deze landen willen hel ons helemaal niet als gelijkberechtigde uh, burgers. Um, nou, Leon Pinsker uh, heeft daar, uh, is een, een Russisch-Joodse uh, uh, ideoloog die... Heeft, heeft daar een, een belangrijke um, stap in gezet. He, hij zegt eigenlijk nou, namelijk dat het idee van die emancipatie is fantastisch. Dat moeten we dus ook niet loslaten. He, Joden moeten gewoon normale mensen worden, net als ieder ander. Niet meer he, als, als aparte groep gezien worden, als, als aparte vreemdelingen. Um, eh, nou, de strategie van emancipatie, de liberale strategie van emancipatie... is dat via de individuele route oplossen. Nou, he, we zien eigenlijk dat in heel veel landen um, uh, men dat niet wil... Uh, en zelfs op het moment dat men dat wel uh, uh, toestaat, hè, dat Joden dan nog steeds uh, 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 vaak niet volledig worden geaccepteerd. Uh, zei, die trekt uit, uit de conclusie: uh, het gaat hier niet lukken in Europa. Dus dan moeten we niet dit, eman dit, dit emancipatie-ideaal opgeven, maar we moeten het op een andere manier gaan proberen. En dat is wat hij noemt auto-emancipation. Zelf-emancipatie. Zelf-emancipation. Uh, namelijk. Uh, we moeten niet als individuen, maar als collectief emanciperen. Joden moeten uh, zichzelf eigenlijk als net zo'n uh, na nationale gemeenschap, als de Hongaren of als de Russen uh, uh, of als uh, de Grieken uh, gaan uh, uitvinden. En dan als collectief, als volk uh, uh, geëmancipeerd worden. Uh, namelijk een gewoon volk onder alle andere volkeren worden. Um, He, dus hier zien we eigenlijk hoe die, dat idee van die emancipatie, dat liberale idee, uh, uh, daar nog steeds aan wordt vastgehouden. He, maar dat dat nu op een andere, he, collectieve strategie daarvoor wordt uh, ontwikkeld. Uh, nou, Leon Pienske die, 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 uh, die zet op papier, he, wat eigenlijk in de praktijk op dat moment ook uh, begint, uh, uh, begint te gebeuren, dat kleine groepjes Joden, he, geïnspireerd door deze visie, zeggen, uh, ja dit is de route... Sommigen zeggen dat moeten we via territorialisme doen. Anderen zeggen via diaspora. Uh, nationalisme, hè, autonomisme, gewoon in de gebieden waar we nu wonen. Uh, uh, maar uh, er zijn ook groepen die zeggen: nee, dat moet gebeuren in uh, uh, het Heilige Land. Uh, uh, wat het centrum is van onze uh, gebeden. Uh, uh, en uh, waar we het idee met ons meedragen dat uh, ooit in de toekomst uh, Joden daar uh, uh, naartoe uh, gaan. Um, dus uh, we zien een, een tekst, een boek, die uh, eigenlijk iets beschrijft. Wat tegelijkertijd ook op hele bescheiden schaal in de praktijk groepjes gedreven mensen dat ook beginnen te realiseren. Nou, dat is eigenlijk één kant, met name vanuit die context van het Russische Rijk, dat kleine groepjes Joden richting het Heilige Land en het Ottomaanse Rijk zich daardoor bewegen. Daarnaast uh, uh, zien we dat uh, er ook op een ander niveau uh, van alles uh, gebeurt. En daar is de naam uh, Theodor Hetzel uh, van, uh, van belang bij, een Oostenrijkse uh, uh, liberale uh, 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 jurist en uh, journalist. Uh, uh, nou, hij maakt in uh, Frankrijk. Uh, hij bewondert Frankrijk ongelooflijk, want dat is het land van de Franse revolutie. Van liberté, égalité en fraternité. Het land dat Joden als eerste gelijke rechten gaf. Uh, als journalist uh, woont hij de Dreyfus-affaire uh, uh, bij. De veroordeling van hè, de onterechte, antisemitische veroordeling van uh, Dreyfus. Uh, en hij is compleet geschokt. Zijn, zijn wereldbeeld gaat eigenlijk onderuit. Zelfs in Frankrijk, het land van de vrijheid. Uh, worden joden niet uh, gelijkberechtigd uh, gelijk uh, en, en steekt dat uh, moderne antisemitisme uh, op? Um, dus daar moet een uh, oplossing komen. En hij komt eigenlijk tot een vergelijkbare oplossing als Leon Pinske. Um, en hij schrijft dat op in een, uh, uh, in een boekje, uh, De Joodse uh, um, waarin hij eigenlijk uh, dat idee uh, gaat uitdenken. Hoe zou zo'n Joodse staat er dan precies uit moeten uh, zien? Uh, nou, ik, kan, ik kan de lezing daarvan zeer aanbevelen. Uh, want het is een, uh, een, een, nou, het is een interessant boekje, maar het is soms ook echt kostelijk om te lezen hoe hij bedenkt hoe zo'n Joodse staat eruit moet zien. Er is een vorm van utopisme hierin ook aanwezig, uh, uh, waarin die, nou, hij probeert een soort ideale staat te creëren. Die ideale staat die dus de oplossing moet zijn voor de vragen, maar die ook een oplossing moet zijn voor de sociale vragen. Voor de hele sociale kwestie die op dat moment speelt. De positie van de arbeiders. En hij wil eigenlijk dat aan de ene kant die Joodse staat. dat is een vorm van auto-emancipatie. Joden worden eindelijk gewone mensen. Eindelijk zijn er ook Joodse boeren. En zijn er. Nou, Joden die met hun handen gaan werken. En nou, voor hem, het is een Joodse staat. En dat geldt voor het sionisme in het algeheel. Um, een Joodstaat is een vorm van normalisering van Joden. Joden worden gewone mensen, eindelijk. He, dat is het grote ideaal dat hierachter staat. Um, heel interessant, tegelijkertijd zegt Hersel: ja, het moet ook een staat zijn. Het moet een voorbeeldstaat zijn. Want in deze nieuwe staat, he, hier waar we opnieuw kunnen beginnen, gaan we ook de sociale kwestie oplossen. We gaan, uh, um, uh, we gaan uh, de sociale verhoudingen he, tussen werkgevers en werknemers. Uh, uh, zo. Uh, um, Vormgeven dat, uh, uh, dat, dat eigenlijk iedereen in de wereld zegt: vanuit nou, in die staat is niet alleen de Jood, het Joodse probleem opgelost, maar ook het sociale probleem. Uh, en, en daar komt, uh, hoewel Theo Hetzel zelf een liberaal is, en uh, dit eigenlijk ook een, een soort ja, filantrop, filantropisch Paternalistische agenda achter zit. Hier zie je natuurlijk ook al gelijk dat socialisme hier een belangrijke rol in kan gaan spelen. Die wil namelijk ook die sociale vraag oplossen. En Israël, de Joodse staat die, waaraan gebouwd gaat worden, dat moet dan daar de, de vertaling van zijn. Hetzel is uiteindelijk degene die iets wat al bestaat, namelijk dat Zionisme, wat rond Piensker is ontstaan, een organisatorische structuur. Geeft. Hij is de organisator van die nationale beweging. En dat doet hij eigenlijk op een manier zoals heel veel volkeren dat op dat moment deden. Eigenlijk, het interessante is die zionistische beweging die hij opbouwt met congressen in Basel. En dat is eigenlijk, moet je zeggen, er wordt vanuit gegaan: Joden zijn een volk, Joden moeten een natie worden. En die uh, die Zionistische beweging is eigenlijk, de, is eigenlijk de staatsstructuren, de nationale structuren van een land dat niet bestaat. Dus uh, uh, er gaan uh, congressen plaatsvinden, dat is eigenlijk het parlement van het Joodse volk. Met de, gedelegeerden uit de hele wereld, die gaan daar parlementje met elkaar spelen. Uh, en die hebben allemaal commissies uh, waarin ze uh, allerlei kwesties uh, uh, bespreken. En ze hebben een eigen diplomatiek korps. Want als volk. Heel, als, als, als natie in, in wording he, ga je met andere naties in contact uh, treden en uh, dan ga je diplomatieke relaties mee uh, aangaan. Uh, en dat is eigenlijk precies wat er, uh, wat er gebeurt. Uh, um, uh, en dat is he, de route van het politieke Zionisme. Namelijk door middel van politiek bedrijven, door middel van diplomatie, uh, door middel van he, de, de route van het opkomende internationale recht. Dat is een nieuwe categorie, die op dat moment aan het opkomen is. Op die manier proberen het Zionistische ideaal te verwezenlijken. En eigenlijk, bijvoorbeeld, de Letse nationale beweging of de Poolse nationale beweging, die hadden vergelijkbare strategieën. Dus dit past in een veel breder patroon. Nou, dat, 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 dat resulteert uiteindelijk in het programma van Basel. Ik kan zeggen, dat is de. De, de, de grondwet van deze beweging, het, het in ieder geval het actieprogramma. Uh, dit is wat uh, dat Zionisme is. Uh, he, nou, ik heb die, die tekst hier even bij uh, gezet en u kan het uh, even met mij meelezen. Uh, Deer Zionismus. Er für voor het Jüdische volk die schaffung einer rechtlich geziekten heimstätte in Palestina. Uh, he, dit wordt in, op dat eerste Zionistencongres in Basel, uh, 1898, uh, vastgelegd. Wat is het Zionisme? Het Zionisme streeft voor het Joodse volk. Joden zijn dus een volk, wordt hier beweerd. He, niet louter een religie. Joden zijn een volk. He, dat past in die context van die nationale bewegingen. Uh, die streeft naar die schaffing einer rechtlich gezichten heimstätte. Het moet juridisch kloppen. moet volgens het internationale recht gebeuren. Hier zien we is de route van dat politieke zionisme: diplomatie en internationaal recht. Dit moet op een politieke manier opgelost worden. En dat moet leiden tot een heimstetten. Heel interessant, er wordt hier een, een, een woord gekozen wat niet bepaald is. Betekent dit een staat? Betekent dit een autonome autonomie? Dat is allemaal mogelijk. Er wordt hier geen keuze in gemaakt. En, uh, maar wel wordt er een keuze gemaakt in de locatie, Palestina. He, hier zien we he, dat, uh, het verschil met het territoria te territorialisme. Uh, uh, wat uiteindelijk zeggen, kan overal in de wereld. He, dat territorialisme uh, kan, kan met het programma tot op dit moment helemaal eens zijn. Behalve he, als het dan staat in Palestina. He, territorialisten zullen ook zeggen. Oké, okay, als het Palestina wordt, ook, ook goed, ook prima. Hè, maar dat hoeft niet per se Palestina te zijn. Nou, dat, het zionisme zegt dat wel, hè, op basis van um, de rol die uh, Palestina uh, in het jodendom uh, inneemt. Nou, en dan wordt er een concreet actieprogramma uh, opgezet. Hè, Joden moeten uh, uh, naar Palestina hè, gaan om daar te wonen. Um, uh, maar hoe, he, niet zomaar, zomaar Joden, nee, daar moeten Judische akkerbouwers, handwerkers en gewerbetrijvenden Dus Joodse ambachtslieden en Joodse uh, uh, landbouwers Eigenlijk alles wat Joden niet doen in, uh, in, in, in de landen waar ze nu uh, wonen um, uh, Joden moeten een normaal volk worden, he, dat lees je hier Um, en dan die gliederung, zusammenschaffung der gesamten Judenschaft durch geeignete Uttliegen und allgemeine Veranstaltungen nach dem Landesgesetzen. He, dus uh, um, de, de moeten, uh, in de hele wereld moeten moet Joden zich nationaal gaan organiseren, in achtneming van de, de lokaal geldende wetten, he, maar uh, um, als, als, als onderdeel van die grote Zionistische beweging, dat parlement van, de Joodse, uh, van het Joodse volk, wat uiteindelijk naar een Joodse... Uh, um, politieke vorm van autonomie moet uh, streven. Uh, nou, en dat uh, gaat eigenlijk uh, zo uh, verder. Uh, u hoort eigenlijk al in de tekening van wat, wat, uh, wat we tot nu toe hebben gezien... Hè, dat aan de ene kant die, uh, die groep is van die Russische Joden... Uh, van Leon Pinsker uh, en, en anderen... die zeggen, hè, bij, uh, de situatie in het Russische Rijk is zo uh, urgent voor Joden geworden... Uh, na 1881, dat Joden weg moeten. Waarom 1881? 1881 wordt de tsaar vermoord. En uh, in Rusland weet gelijk iedereen uh, hoe dat komt, wie dat gedaan heeft. Uh, dat uh, hebben de joden gedaan. Later blijkt dat dat helemaal niet het geval was, maar dat doet er niet toe. Um, uh, de, de, deze gebeurtenis leidt tot de, de eerste moderne pogrom. Um, jo gro grootschalige jodenvervolgingen uh, 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 in, in het Russische uh, Rijk. Um, nou, gevoegd bij uh, de... Economische misère uh, van veel Russische Joden op dat moment. Uh, er wonen miljoenen Joden op dat moment in het Russische Rijk. Uh, is het, het idee voor heel veel van die Russische Joden. Hè, er komt hier geen emancipatie. Er, is, er zijn nauwelijks economische bestaansmogelijkheden voor ons. En nu hè, krijgen we die pogroms ook nog eens over ons heen. Uh, dit uh, hier moet een oplossing voor komen. Nou, voor veel Russische Joden luidt die oplossing heel simpel: Amerika. Dat is het nieuwe beloofde land. Dus we zien dat meer dan een miljoen Russische Joden op de boot stapt naar Amerika. Maar een deel zegt: nee, de oplossing is: Ernst Israël is het Heilige Land. Daar moeten we naartoe gaan. Om normale mensen te worden. Want wij geloven dat dat de enige oplossing is. En in het spoor van Leon Pinske, dus na die. Uh, uh, de pogroms van 1881, hè, begint er eigenlijk een, een nieuwe vorm van Joodse migratie op te treden naar, uh, naar, naar dat gebied. Uh, die daar eigenlijk zeggen: hè, wij kunnen niet wachten op, uh, uh, op allerlei politieke processen, wij gaan gewoon aan de slag. Wij gaan uh, in dat gebied uh, zelf nieuwe uh, uh, Joodse uh, 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 wijken uh, vestigen, Joodse dorpen uh, uh, starten. Uh, uh, wij gaan die Judische akkerbouwen, uh, te bedrijven uh, worden, uh, wij doen het gewoon, hè, praktisch zionisme. Uh, nou, dat is een, een sterke uh, stroming met name onder Oost-Europese Joden. Daarnaast uh, hè, krijgen we uh, met Herzl het politieke zionisme. He, dat vaak uh, ook vrij, gespa op vrij gespannen voet met die praktische Zionisten staan. He, en die politieke Zionisten zitten veel meer in West-Europa. Die zeggen ja, wacht eens even, he, dit moet allemaal wel netjes geregeld worden. We moeten met de Sultan praten, we moeten met uh, de, de grote multi rijken praten. He, om uiteindelijk dat zionistische programma uh, te verwezenlijken. He, dat is de route van het politieke Zionisme. Um, die beide uh, streven dus naar normalisering. Joden moeten gewone mensen worden, een, gewone, uh, uh, een gewoon volk onder andere volken. Um, het is in die zin dus ook een seculiere beweging, een uh, seculiere nationale beweging. Hè, net als veel andere nationalistische uh, bewegingen. Um, nou, daar, dat, dat staat eigenlijk uh, 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 op, op vrij gespannen voet met uh, klassieke uh, religieuze overwegingen. He, die, waarin eigenlijk steeds is gezegd, um, uh, Joden, uh, grootschalige migratie van Joden naar het heilige land kan alleen uh, met de komst van Mashiach. In het einde van de wereldgeschiedenis, uh, uh, als Mashiach komt, dat is het moment waarop Joden uh, terug mogen keren. Uh, iedere vorm van eerder zelfstandig terugkeren belemmert eigenlijk he, vanuit religieus perspectief alleen maar uh, dat die uiteindelijke uh, terugkeer. Maar een groep orthodoxe Joden die is het daar niet mee eens. En die zegt: ja, wacht eens even, wij, wij denken dat het, dat het wel in overeenstemming is met de religieuze ideeën. De Mashiach is nog niet gekomen, maar hij is komende. Het is een proces. En hier krijgt eigenlijk het sionisme een religieuze betekenis. En dat is de beweging van het religieus Zionisme, de Misrachi-beweging. En die zeggen ja, die, die, die eigen Joodse politieke staat of entiteit, dat, dat is juist niet, dat heeft niet als normalisering als doel, maar juist de, de uniciteit. Van, uh, van het Joodse volk uh, uh, als doel. En uh, dit is eigenlijk een onderdeel in een veel breder proces uh, van waar we eigenlijk in het einde van de, van de wereldgeschiedenis uh, terecht uh, uh, zijn gekomen. Um... Dus dit, hier zien we eigenlijk al, zionisme is een, een gelaagd begrip. En binnen die zionistische beweging zijn er heel veel verschillende interpretaties uh, van wat uh, dat is. En uh, dit, is, uh, dit, dit kan ik nog veel fijnmaziger maken, maar dit zijn even uh, de, de, de hoofdstromen. Uh, uh, nou, ik, ik zei al een paar keer, uh, we hebben dus uh, uh, groepen. Uh, uh, de vraag van Jos, daar kom ik zo uh, uh, op terug. Uh, Goeie vraag. Uh, we hebben dus groepen die, die gaan uh, wonen in dat, uh, in dat gebied. In uh, een stuk van die uh, Syrische uh, provincie in uh, het Ottomaanse Rijk. Nou, uh, ze zijn niet de eerste Joden, hè, want uh, de eeuwen door uh, hebben er eigenlijk altijd Joden gewoond. Uh, maar die woonden vooral in de vier heilige steden. Uh, uh, de islam heeft uh, uh, drie heilige steden. Uh, uh, het Jodom heeft vier heilige steden: uh, Hebron, Jeruzalem. Tiberias en Svat. Uh, die vier steden, dat zijn de vier locaties waar uh, Joden uh, eigenlijk altijd gewoond hebben. Uh, en uh, wat, uh, wat een, een, een Joodse gemeenschap was, die zich daar vooral uh, wijdde aan uh, uh, studie. Uh, in Yeshivot, in uh, Talmud-hogescholen. Uh, uh, het idee was uh, dat in die heilige steden, uh, dus ook de heilige studie, moest uh, uh, plaatsvinden. Die Joodse gemeenschappen werden gesteund door de hele Joodse wereld. Daar werd altijd geld voor opgehaald. En dat is een van de manieren waarop die band tussen Joden binnen en buiten het land bewaard bleef. Maar nu komen dus nieuwe mensen vanaf 1881. En waar gaan zij zich vestigen? Niet bij die oude Joden, bij de oude gemeenschap, de oude Yeshuv, maar op het platteland. Ze gaan nieuwe gemeenschappen vestigen. Waarom op het platteland? Want Joden moeten boeren worden. Ze moeten met hun handen in de grond gaan. Uh, ze moeten normaal worden. He, dus hier zien we dat die, die nieuwe gemeenschap een heel nieuw profiel ook krijg, krijgt. Nou, dat, uh, dat, dat, dat leidt tot een aantal migratiegolven he, met zowel push- als pull-factoren uh, 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 uit, uit, uit Rusland, maar ook uit uh, Jemen, uit uh, West-Europa, uh, uh, of uit verschillende plekken uh, gaan uh, Joden uh, um, uh, migreren naar, uh, naar dit gebied. Um, en eigenlijk iedere van die migratiegolven heeft een eigen karakter. De een is meer socialistisch georiënteerd, de ander meer Russisch, de ander meer Duits. Um, uh, nou, dat maakt voor de sociologie van Israël uh, nogal uh, uit. En dat, dat gaat eigenlijk tot de dag van vandaag door. Hè. Dus uh, Het is natuurlijk een relatief klein land. Uh, een, een beetje grote migratiebeweging kan uh, flinke culturele en politieke gevolgen hebben. Uh, het leidt tot uh, uh, de eerste uh, uh, nieuwe stad uh, Tel Aviv. Lenteheuvel. Uh, uh, dat is de Hebreeuwse uh, titel van een roman die Herzl schreef, Alt-Noiland. alt, Neuland. alt Neuland schreef hij gewoon natuurlijk netjes in het Duits, maar dat werd in het Hebreeuws vertaald als Tel Aviv. En, en eigenlijk zijn droom, zijn utopie, wordt verwezenlijkt in de stad Tel Aviv. In uh, 1910 komt er de eerste Joodse landbouwkolonie, uh, een kibbutz. De ganja. En dat wordt zeker voor die socialistisch geïnspireerde um, zoekers naar normaliteit uh, een, een, een heel belangrijke uh, vorm om uh, te, te, te zoeken naar uh, uh, ja, hoe, hoe kunnen Joden eigenlijk de sociale kwestie oplossen in dit, in dit gebied? Ja, welke taal spraken de Joodse groepen? Um, uh, verschillende talen. Hè? Er was eigenlijk op dat moment nog geen, uh, uh, geen eenheidstaal. Uh, uh, um, uh, veel Joden uh, uh, kenden natuurlijk Hebreeuws als religieuze taal, hè? maar dat was geen omgangstaal. Uh, um, de As Askenazische Joden gebruikten vooral Jiddisch. En Jiddisch is eigenlijk heel lang in Israël gebruik geweest, hoewel er nauwelijks papertrail werd gegenereerd. En gewoon Duits werd ook veel gesproken. Safarische Joden kenden natuurlijk Arabisch, kleine elites spraken ook Turks. Dus er werd eigenlijk een mengelmoed aan talen gebruikt. Uh, maar, he, dat is een goed punt, uh, in dit hele proces komt natuurlijk ook het idee op: wat is dan de nationale taal van Joden? He, de Polen hebben hun nationale taal, de Koerden hebben hun nationale taal. Wat is de nationale taal voor, uh, voor de Joden dan? Uh, nou, dat, dan blijkt natuurlijk dat uh, um, de, het Jiddisch van de Ashkenazische Joden um, natuurlijk niet dekkend is voor alle uh, Joden. En dat het Arabisch van de Midden-Oosterse Joden dat ook niet is. Uh, en dan wordt dus voor het Hebreeuws. Eigenlijk de taal van de religie gekozen. Uh, en uh, nou, dan vindt een proces plaats, hè, wat eigenlijk al wel eerder begonnen is, van modernisering van die taal. En, en gaandeweg hè, wordt dat eigenlijk de, de, um, ja, de, 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 de nieuwe omgangsspraak, uh, de om, omgangstaal uh, in, in dit uh, gebied. Maar dat gaat heel geleidelijk aan. Uh, wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat. Um, allerlei instituties uit deze periode, die voor een deel nu nog steeds bestaan, die krijgen het epiteton Hebreeuws mee. Het Hebreeuwse gymnasium, de Hebreeuwse universiteit, de Hebreeuwse dit, de Hebreeuwse dat. Heel vaak betekent dat eigenlijk uh, uh, een soort actieprogramma. Deze instelling moet Hebreeuws worden. Vaak is ze dat helemaal nog niet, want mensen beheersen dat, dat nog niet goed genoeg. He, maar ze wilden heel graag dat als vertaling Van die Joodse nationale identiteit, ook de Joodse nationale taal, het Hebreeuws gesproken zou gaan worden. Dus dat is een, een langer lopend proces, wat uiteindelijk natuurlijk wel succesvol is. Mede ook omdat er zoveel verschillende talen binnenkwamen, dat er, er moest een, een gemeenschappelijke taal komen. Uh, Theodor Herzl geloofde daar niet in. Hè? Dat, dat leuke boekje, die er staat, wat jullie allemaal uh, gaan lezen, uh, daarin uh, zegt hij van dit, we moet, dit moet een soort Zwitserland worden. Hè? Meerdere taalgroepen, uh, alle duits joden moeten bij elkaar wonen, alle... Uh, 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 Russisch-talige joden bij elkaar, alle Arabisch-talige joden bij elkaar. En dan moet een soort federatief verband uh, uh, gaan, uh, gaan komen. Zij, hij gelooft er totaal niet dat je. Uh, hij lacht er zelfs een beetje om. Hij denkt dat je in het Hebreeuws uh, treinkaartjes kan gaan bestellen. Uh, uh, dat kan natuurlijk niet. Maar goed, op dit punt is, uh, is Hetzel, uh, 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 zit hij ernaast en is dat niet wat er gebeurd is. Nou, dat, um, uh, eigenlijk wil zeggen, dat, dat, dat die zionistische beweging is dus bezig. Uh, van 1881 tot 1917, via praktisch sionisme, via politiek sionisme uh, en via religieus sionisme, om ach, op verschillende manieren die nationale droom uh, te uh, verwezenlijken. In concurrentie met allerlei andere Joodse nationale uh, en, en andere Joodse bewegingen, hè, die, die het hier totaal niet mee eens zijn. Uh, er zijn grote delen van Joodse gemeenschappen die uh, helemaal niet enthousiast over het Sionisme zijn. Hè, bijvoorbeeld omdat ze zeggen dat ja, daardoor eigenlijk de, de loyaliteit aan het land waar je op dat moment woont uh, eigenlijk wordt ondergraven. Hè, dus die, die willen dat totaal niet. 1917 is een belangrijk uh, markeringspunt. Hè, dat is het hartje van de Eerste Wereldoorlog. En de Eerste Wereldoorlog, hè, we hebben al gezien, dat is eigenlijk hè, de oorlog waarin die grote empires ten onder gaan. En uh, uit de as daarvan uh, herrijzen he, al die nieuwe uh, natiestaten. De, de meeste nationale bewegingen, die weten hun programma's uh, uh, te verwezenlijken in die Eerste Wereldoorlog. He, nou, dat is vastgelegd in de principes van Woodrow Wilson. He, die zegt: wij, die, 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 na die, die grote empires uh, die gaan eraan. We gaan die nationale uh, staten, uh, en die gaan we een plek geven uh, op, de, op, de, op de kaart. Um, en dat uh, gold voor Europa, maar dat gold ook voor het Midden-Oosten. He, jullie zullen wel gezien hebben, heel bewust, koppel ik het Ottomaanse Rijk steeds ook aan de andere uh, uh, rijken. He, omdat dat het uh, um, uh, een, 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 een denken in Europa versus Midden-Oosten is in heel veel gevallen. Uh, een weinig vruchtbare manier van denken. Um, he, dat, ligt, dat ligt ook veel meer, dat is ook veel meer vervlochten. Uh, he, dus de ontwikkeling in het Ottomaanse Rijk moet, he, is in heel veel gevallen, lijkt dat heel sterk op de ontwikkeling in het Russische Rijk. Uh, uh, en uh, uh, tot op zekere hoogte ook in het Habsburgse Rijk. Um, en die beïnvloeden elkaar zeer sterk, die, uh, die empires. Um, he, dus in het Ottomaanse Rijk spelen dezelfde processen als in die andere. Um, uh, in, um, Um, ook daar is de vraag: wat te doen met minderheden zoals, uh, zoals Joden? Um, nou, in het hart eigenlijk van die Eerste Wereldoorlog: he, dan, uh, je ziet dat de, de, uh, de Britten en de Amerikanen, he, die sorteren tijdens die Eerste Wereldoorlog al voor op de ondergang van de multiethnische uh, rijken. Uh, en dat doen ze door allerlei bondjes te sluiten met die nationale bewegingen, he, in de hoop dat die. Dan de kant van de geallieerden kiezen en dat op die manier he, de, het Ottomaanse Rijk en het, uh, het, het Duitse Rijk en uh, het Habsburgse Rijk uh, op de knieën gebracht uh, kunnen worden. Nou, in die context he, wordt ook uh, naar uh, het Midden-Oosten uh, gekeken. He, het Ottomaanse Rijk, uh, het idee is eigenlijk al dat is ten dode opgeschreven, dat gaat uh, weg. Uh, wat komt daarvoor in de plaats? Um, en uh, uh, nou, hier hebben we eigenlijk een, een, een belangrijk element. Um, eigenlijk iedereen uh, in uh, aan de geallieerde zijde hè, die uh, omarmen die principes van uh, nationaliteit um, en zeggen ook Europa en het Midden-Oosten moeten op gelijke manier behandeld worden. Maar waarin Europa die nationale bewegingen Um, uh, eigenlijk allemaal full-fledged zijn en dus uh, gelijk hun staat te kunnen krijgen. Wordt gezegd dat in het Midden-Oosten um, he, die nationale uh, bewegingen, uh, ja, die zijn er nog niet klaar voor. Die hebben eigenlijk een, een soort patroon nodig, een, een doorgewinterde staat die hen gaat helpen om uiteindelijk he, ook te voldoen aan de principes van Wilson, om ook een eigen staat te kunnen krijgen. Dus de Fransen, de Britten, de Italianen, die zijn eigenlijk al bezig om te kijken van in het Midden-Oosten welke nationale beweging kunnen wij eigenlijk adopteren en op die manier onder onze hoede nemen. Natuurlijk ook daar vervolgens invloed in uitoefenen. He, dit is nog steeds de, de koloniale tijd. En uh, um, uh, hier, hier vindt eigenlijk aan de ene kant de, de taal van het internationale recht en de taal van um, uh, de, de, de recht te geven aan uh, de, de nationaliteiten, uh, wordt vermengd met de taal van het kolonialisme. Uh, nou, we hebben uh, in 1915 uh, MacMahon, uh, een, uh, een Britse uh, generaal die uh, de Arabische nationale beweging of een deel van de Arabische nationale beweging zegt van: als jullie ons helpen, dan gaan wij jullie helpen. Hè, dan krijgen jullie uh, een uh, Arabische staat. Um, Sykes-Picot-verdrag. Uh, dat uh, is een geheim verdrag tussen de Fransen en de Britten, hè, waarin eigenlijk het Midden-Oosten uh, uh, wordt uh, verdeeld onder die twee, en uh, dat uh, verschillende nationale groepen uh, eigenlijk uh, gepatroneerd worden uh, uh, door, door die beide uh, 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 staten. En dan is er in datzelfde rijtje, 1917, de Balfour Declaration, waarin uh, eigenlijk de politieke zionisten uh, voor het eerst echt een groot succes uh, behalen, uh, namelijk de Britten uh, die nemen, eigenlijk moet je zeggen. Het programma van Basel over. Als je de tekst van het programma van Basel en de tekst van de Belford Declaration van de Britse regering naast elkaar legt, dan zie je de continuïteit. Um, uh, de juridische heimstetten hè, waar de uh, de, uh, uh, de Zionistische beweging voor, voor uh, strijd wordt, hè, dat wordt nu overgenomen. De Britten zeggen, wij gaan de Joodse nationale beweging helpen om hun eigen Joodse thuisland uh, te, te, te geven. Um, dit is dus in de context van nog steeds van die Eerste Wereldoorlog... het idee wat hierachter zit, die Britten, die denken dat Joden zeer invloedrijk zijn. Dat die uiteindelijk de, de banken beheersen, dat ze de media beheersen. En dus dat als je die Joodse nationale beweging aan jouw kant krijgt... en dat de Joden niet de kant van de Duitsers en de, de Habsburgers steunt, maar de kant van de geallieerden... He, dan uh, zal dat zeker uh, ook een belangrijke stap zijn in die, eer, in die Eerste Wereldoorlog. He, dus dit heeft uh, ook uh, heel sterk te maken met de grotere geopolitieke context. Um, nou, dat, uh, dat, dat viel natuurlijk wel een beetje tegen. Maar het kwam wel eigenlijk uh, precies op een, op een punt waarin, waarop die Britten, um, wat zij op papier. Schreven, vervolgens ook waar konden gaan maken, want zij zijn degene die uh, Palestina uh, veroveren uh, in 1917. En uh, nou, dat leidt uh, ertoe, die Britten die komen daar uh, en uh, die willen daar voor eerst ook niet weg, he, want zij hebben net in die Belfort Declaration gezegd dat zij um, eigenlijk de, de, de patroon zijn voor de Joodse Nationale Beweging voor het Zionisme. En dat zij die, die uh, uh, Zionistische Beweging gaan helpen hè, in hun ontwikkeling naar uh, een, uh, een, een Joods thuisland. Uh, nou, dat begint formeel in 1920, uh, de periode van het Britse mandaat. Het is heel belangrijk om te realiseren, een mandaat is eigenlijk een nieuw figuur, een nieuw idee uh, uh, van, uh, in, in, die, uh, in de wereld van de internationale politiek. Um, wat je niet los kan maken van he, de context van kolonialisme, ik heb het al gezegd. He, um, uh, natuurlijk, de Britten en de Fransen hebben alle twee uh, strategische en economische belangen in deze regio. Um, tegelijkertijd he, is het, uh, uh, worden het geen full-fledged kolonies, he, maar gebeurt dit uh, um, he, met, met een mandaat van de Volkenbond, ook iets nieuws. He, de, de internationale gemeenschap, in ieder geval een selectie van de internationale gemeenschap, die, die zegt: in Europa he, geven we al die, die nationale bewegingen wat ze willen. In het Midden-Oosten vragen we aan de Britten en de Fransen vragen, om een aantal van die nationale bewegingen onder hun hoede te nemen en hen te helpen om een, toe te groeien naar uiteindelijk een eigen staat. Nou, je ziet, de, de Fransen krijgen het gebied van Syrië, Libanon, en de Britten Irak, Jordanië, Palestina. Dus dat zijn eigenlijk twee systemen die daar komen. En beide hebben de opdracht om die, die, die nationale volkeren te helpen om op eigen benen te gaan staan. Nou, dan, dan ontstaat er een proces, hè, wat je zou kunnen noemen nation building en state building. Um, die uh, Britten die komen en ze realiseren zich eigenlijk al, al heel snel. Ja, we hebben die Belford Declaration um, en uh, uh, we hebben ook die McMahon uh, een verklaring. Nou, die macmahon verklaring uh, uh, dat uh, dat wordt uh, via saoedi arabië en uh, Jordanië uiteindelijk uh, opgelost, uh, is het idee. Um, uh, en, en dan in dat nieuwe mandatsgebied... Uh, Palestina. Daar uh, komt uh, um, even kijken hoor, ja, daar komt, uh, um, uh, daar moet de verwezenlijking plaatsvinden van die Belfort Declaration. En je ziet eigenlijk de tekst van de Belfort Declaration wordt weer in de tekst van het ma de mandaat van de Volkenbond. Bijna letterlijk weer gekopieerd. Um, en daar, daar gebeurt iets opvallends. Hè, terwijl in die tekst wordt gesproken dat, uh, uh, er, he, dat, dat de politieke uh, ontwikkeling van die Joodse gemeenschap uh, uh, gestimuleerd moet worden. Um, wordt over de rest van de bevolking, de Arabische uh, bevolking, uh, alleen maar ges gesproken dat de, um, de burgerlijke en religieuze rechten van die, uh, 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 van die bevolkingsgroepen uh, gerespecteerd moeten worden. Uh, geen woord over de politieke rechten uh, hiervan. He, dus je ziet de in insteek is eigenlijk, die, 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 jo die, die, die Joodse nationale droom moet daar waargemaakt gaan worden, gaan worden. En natuurlijk moet er ook echt gedacht worden aan die andere bewoners die er zijn, uh, maar eigenlijk als individuen. En als, misschien als religieuze gemeenschap, um, he, maar niet als politieke gemeenschap. Nou, die Britten die komen daar en die realiseren zich eigenlijk al direct ja, dat dat natuurlijk um, ja, een beetje problematisch is. Uh, he, want uh, de, 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 de grote meerderheid van de bevolking die is niet joods uh, daar. Um, he, dus uh, ja, dat vraagt om moeilijkheden. En die zijn er ook al, natuurlijk al vanaf het begin. Um, en de Britten denken dat op te lossen door eigenlijk te zeggen: Nou goed, dan gaan we uh, twee parallelle trajecten in. He, eigenlijk moet je zeggen: de twee-staten-oplossing uh, wordt op dat moment al besloten. Uh, he, de Britten gaan een traject van nation-building en state-building in met de Zionistische beweging, met de Joodse gemeenschappen uh, in Palestina, en daarnaast met de Arabische bevolking. Twee gemeenschappen, twee route, routes. He, en uh, de, het idee is dan dat de Britten gaan helpen om die gemeenschappen ja, eigenlijk hun eigen staat op te bouwen. Dus uh, uh, politieke structuren, uh, juridische structuren, eigen scholen. Um, en, en zoveel mogelijk he, dat dat dus ook onder be bestuur van die eigen gemeenschap gaat komen. Met eigen politieke partijen, met een eigen vorm van een parlement, uh, die steeds meer bevoegdheden krijgt. Uh, he, en dat uh, uiteindelijk alleen buitenlands beleid en openbare orde he, nog onder Britse verantwoordelijkheid zijn. Ja, wat je eigenlijk hier ziet gebeuren, is dat die zionistische beweging, die was hier klaar voor. Die zat hier op te wachten. He, dus die grijpt die kansen van die Britten direct aan. En we zien ook, dus eigenlijk ook vanaf 1920 he, tot uh, nou ja, zeg maar, uh, 1935, in, in zo'n 15 jaar, wordt een complete staat opgebouwd. Uh, alle structuren, alle instituten worden opgebouwd. Uh, en uh, ik kan eigenlijk zeggen, aan, aan het eind van de jaren 30 uh, uh, staat staan de structuren voor, voor een Joodse staat, die, die, die zijn gewoon klaar. En het enige wachten is dat die Britten zeggen... Hè, uh, ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Hè, we hebben jullie geholpen en, uh, uh, en, en we zijn daarmee klaar. Uh, maar dat kunnen die Britten niet doen, omdat ze dat tweede traject ook hebben. Dus ze uh, gaan ook met die Arabische gemeenschap uh, uh, dat in. Uh, maar hier uh, 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 ontstaat een, uh, een probleem. En dat probleem heeft eigenlijk te maken met... Um, uh, de uh, identiteit van die Arabische gemeenschap. Um, die Arabische gemeenschap in, uh, in, in het gebied uh, die. Uh... Is, uh, die was die, 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 die eigenlijk heel lang onderdeel, was onderdeel van die, die grotere uh, eenheid van Al-Shams, van, uh, van Syrië. En uh, voor een belangrijk deel zaten uh, die, die, die grenzen, die nu opeens door die Fransen en die Britten worden getrokken, dat zijn eigenlijk onnatuurlijke grenzen uh, in, in dat gebied. Uh, de, de, uh, uh, veel van de, uh, de belangrijke families uit dit gebied uh, die uh, woonden in Damaskus en in Beirut uh, ik kan zeggen, daar zit de intellectuele elite uh, en de economische elite uh, van, van de bevolking en vaak hebben ze uh, allerlei landerijen en bezittingen en tweede huizen in, uh, in, in uh, Palestina uh, maar eigenlijk moet je zeggen, is dat een, een eenheid? en uh, wat natuurlijk dat die mandaten doen die knippen die eenheid door en in zekere zin onthoofden ze de gemeenschap in Palestina ook van hun belangrijkste leiders. Die, dat worden Syriërs en dat worden uiteindelijk uh, 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 Libanezen. Um, en uh, het gevolg is dat, uh, um, dat, dat uh, er eigenlijk een soort ja, verwezen groep achterblijft, hè, die uh, wel groot is, maar uh, die in heel veel gevallen uh, weinig leiderschap heeft. Ja, er zijn een, een paar Palestijnse uh, families, Arabische families, uh, uh, die uh, van belang zijn. Um, uh, maar um, over het algemeen moet je zeggen hè, dat uh, de, het overgrote deel is, uh, uh, niet gealfabetiseerd is, uh, heeft weinig scholing, ook weinig politiek bewustzijn. Um, dus de Britten die moeten eigenlijk terugschakelen. He, je ziet, uh, en dat wordt wel die klechtzijdigheid als onklechtzijdigheid genoemd, uh, die zionistische beweging. Die is, uh, die is al vanaf de jaren, uh, de jaren uh, 1880 uh, uh, actief. Uh, uh, die, die heeft eigenlijk zijn hele ideologische programma, zijn utopieën, allemaal, alles ligt klaar. Uh, uh, die, die heeft al bepaalde structuren uh, opgebouwd in die zionistische organisatie en die kan zo doorgaan. Uh, uh, maar uh, die, uh, die, die, die voor die Arabische gemeenschap is dat helemaal niet zo, uh, die zitten eigenlijk op een, uh, op een nulpunt. En um, dat, dat nulpunt heeft er ook mee te maken he, dat ook het Palestijnse leiderschap wat er wel is, uh, eigenlijk helemaal uh, uh, ja, niet uh, die, die eigenlijk verdeeld is over wat is eigenlijk de goede koers? Uh, wie zijn wij eigenlijk precies? Uh, welke nationale strategie moeten wij volgen? He, en hier zie je eigenlijk he, wat, wat de Jordenvragen was, wordt in zekere zin nu de vraag van de Palestijnen. Uh, uh, welke oplossing is er voor ons? Nou, een van de routes is uh, vasthouden aan het pan-arabisme. He, het idee van één Arabische staat, he, Arabia uh, wordt dat genoemd: één Arabische staat, uh, 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 voor iedereen die Arabisch spreekt. En uh, in die zin zijn die mandaten iets vreselijks, want die verdelen eigenlijk, die, die verscheuren de eenheid van, van de Arabische natie. He, dus uh, Arabieren zijn niet alleen een cultuur, maar ze zijn ook een natie. Uh, en zij moeten dus ook een gezamenlijke uh, uh, eenheidstaat een Arabische staat, eh, uh, uh, volgens de ideale plaatjes van Marokko, tot, uh, tot aan de grens met Iran, uh, 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 dat worden. Nou, een deel, hè, dus ook van de Arabische inwoners van Palestina, hè, zei dat is onze nationale optie, dat is onze nationale strategie. De tweede optie, wat aanvankelijk de grootste optie was, ja, hallo, we zijn wel uh, voor, uh, uh, voor een nationale strategie, maar dan... Hè, met de provincies waar we in het Ottomaanse Rijk bijeenhoorden. He, dus wij kiezen voor een regionale identiteit. He, Watania uh, wordt dat genoemd. Uh, uh, en dat idee is: we zijn Syriërs, groot Syrië. Uh, dus wij willen uh, dat die, uh, die, die mandaten weggaan en dat we samen hè, onder Damascus één uh, groot Syrië zijn. Nou, eigenlijk heel lang is hè, die groot Syrische optie onder uh, groot deel van uh, de, de, de intelligentie en het bestuur van de, van de, uh, de Arabieren uh, de belangrijkste optie. En uiteindelijk is er een optie hè, van mensen die zeggen: nou ja, vooruit. He, uh, dat Britse als gebied Palestina is nu gecreëerd. Uh, het moet dan maar. He, dus we accepteren nu eenmaal dat het nu bestaat. En uh, we willen dat, dat dit een eigen zelfstandige Palestijnse staat uh, gaat worden, he, met een, een Arabisch uh, karakter, he, wat de meerderheidsbevolking op dat moment ook is. Um, nou, die optie uh, he, die groeit geleidelijk aan. He, maar je moet eigenlijk wel zeggen, in de jaren 60 wordt dat pas eigenlijk de. Uh, definitief de, 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 de doorslaggevende nationale optie uh, uh, van de Arabische uh, uh, inwoners. Um, hè, en, uh, nou, een van de leiders, hè, inderdaad, is uh, de mufti uh, hierin. Er is een enorme debat over uh, Hadjamin al-Husseini uh, en over uh, zijn rol in die nationale strategie. He, je ziet eigenlijk dat hij. Um, uh, aan de ene kant met de Britten wil samenwerken. Uh, en als dat dan niet lukt, dat die dan uh, voor zichzelf uh, begint. En eigenlijk steeds meer de verpersoonlijking uh, 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 wordt van de Palestijnse Nationale optie. Um, terwijl een groot deel van he, de, de Arabische uh, 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 elitaire families die nog in het gebied zijn, achtergebleven, juist voor Pan-Arabisme en voor Syrisch nationalisme kiezen. Uh, dus dat is ook een, interne, een intern debat. Um, dit zorgt in ieder geval voor he, dat die Britten met een probleem zitten. Um, aan de ene kant die ene route met die Joodse gemeenschappen, he, die loopt eigenlijk heel voorspoedig. Uh, en die route met die Palestijnse gemeenschappen, he, vanwege de, uh, de, 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 dat er nog heel veel aan scholing gedaan moet worden, maar ook vanwege de fundamentele verdeeldheid in die Arabische gemeenschap van wat moeten we nu eigenlijk precies doen, uh, ervoor zorgt dat die uh, dat die trajecten veel langzamer gaan. En dat het eigenlijk niet bij elkaar komt. En dat er een ongelijktijdigheid ontstaat op hetzelfde moment. En eigenlijk moet je zeggen: tot de dag van vandaag is dat een hele belangrijke sleutel in waarom het eigenlijk altijd misgaat. Omdat welke politieke oplossing er ook komt, vanwege die ongelijktijdigheid, is dat hè, of goed voor de ene partij of goed voor de andere partij. Maar dat lukt eigenlijk bijna nooit om iets. Bij, bij iets te komen waardoor die, die, die twee uh, uh, parallel uh, uh, lopen. He, omdat, omdat, omdat dat twee uh, trajecten zijn die, waar wel ontzettend veel interactie tussen is, he, maar waar, waar je moet zeggen, aan de ene kant is er een Joodse nationale beweging die, um, uh, die veel verder ontwikkeld is uh, uh, en een Palestijnse nationale beweging die daar nou, in ieder geval met een vertraging van zo'n 25 jaar eigenlijk achteraan komt en die eigenlijk altijd in een andere fase van die ontwikkeling van nationalisme zit. En uh, uh, nou, dat, dat zorgt uh, eigenlijk, hè, ondanks dat die twee bewegingen bijzonder op elkaar lijken, hè, qua, uh, 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 en er wordt ook steeds naar elkaar gekeken, uh, eigenlijk alle twee uh, uh, seculiere nationale bewegingen die eenzelfde soort taal gebruiken, hè, die daar in die zin ook elkaar moeten kunnen begrijpen, die met elkaar moeten kunnen spreken, hè, maar door die ongelijktijdigheid eigenlijk nooit op hetzelfde punt uh, komen. Um, nou, dat, uh, in, in die periode hè, zien we uh, dat uh, um, die, die ontwikkeling van dat gebied dus een enorme hoge vlucht neemt. Dat gebeurt opnieuw in een internationale context, waar eigenlijk de druk steeds groter wordt: dat het Mannersgebied Palestina uh, uh, een oplossing voor de Journevragen in uh, met name Europa uh, wordt. We, we hebben de jaren 30 uh, allerlei uh, processen van dissimilatie, uh, waar, waarbij Joden eigenlijk losgehaald worden uit de Europese samenleving. Niet alleen in Duitsland, ook allerlei andere landen uh, 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 nemen uh, 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 anti-Joodse wetten aan. Dus we zien eigenlijk uh, in, in, in grote delen van Europa. Uh, Dissimilatie en uh, uiteindelijk ook vervolging uh, uh, van Joden. Uh, en Joden moeten uh, dan ergens uh, naartoe. Hè. Die, uh, je ziet eigenlijk dat die fuik van die nationale beweging uit de 19e eeuw, die begint nu te sluiten. Um, en de druk is dus eigenlijk: ja, het idee is, Palestina zou die oplossing moeten zijn. Maar die Britten, die, die realiseren zich ook dat. dat uh, de, 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 problemen in het mandatsgebied eigenlijk alleen maar groter maken... Hè, ...met een Arabische bevolking uh, die, uh, um, die toch al het gevoel heeft uh, dat, dat ze uh, achter de feiten aanloopt... ...en dat die, aan de ene kant, die Joodse gemeenschap ontzettend snel ontwikkelt... ...en dat die ontwikkelingen aan de Arabische kant uh, achterblijven. Um, nou, je ziet ondertussen wel, hè, dat, ik heb hier even dit staatje er, erbij to aan toegevoegd... Hè, ...dat die Joodse gemeenschap uh, groeit... Um, he, maar dat, de, de Arabische gemeenschap natuurlijk altijd nog uh, die groeit ook. Uh, uh, en die blijft ook wel, uh, wel de grootste, he, hoewel de verhoudingen tussen die twee uh, uh, verschuiven. Dus je kan zeggen, die inter internationale context neemt de druk toe. Eigenlijk precies op het moment dat de Britten zeggen uh, niet te veel migratie, uh, he, want dat uh, uh, ver verstoort uh, die, die toch al delicate situatie eigenlijk alleen nog maar meer. Uh, Terwijl de demografische balans en de politieke eh, disbalans hè, ervoor zorgt dat in het mannensgebied Palestina grote uh, druk uh, uh, ontstaat. Um, en die druk die, hè, komt om neer tot uitdrukking: allerlei opstanden, hè, Arabische opstanden um, tegen de Britten. Hè, vanuit het idee: jullie moeten hier weg, wij willen terug naar Syrië. We willen die eenheid in Syrië. Uh, um, ook opstanden natuurlijk tegen. Joden vanuit het idee: wij willen hier geen Joodse de oplossing voor de Joodse nationale beweging. Dat, dat, dat is out of the question. Je ziet in die context dat de, de Britten als verantwoordelijke eigenlijk ook de politieke consequenties gaan trekken vanuit de stap die ze in 1920 al zetten, namelijk twee routes, twee gemeenschappen. Twee parallelle trajecten, die moeten dus uiteindelijk ook uit, uitlopen op twee staten. En dat kan alleen maar als het land gedeeld wordt. He, dus het hele idee van deling van het land, van het mannensgebied Palestina. Um, uh, is in die zin een Brits uh, idee. Uh, en in de jaren 30 he, komen er eigenlijk al allerlei rapporten met verschillende kaartjes uh, uh, over hoe dat land precies uh, gedeeld uh, uh, moet worden. Um, daar ontstaat het eigenlijk steeds meer druk op, omdat die Joodse gemeenschap zeggen uh, ja. Wacht eens even, we zijn klaar met ons uh, traject van uh, nation-building en state-building. Mogen wij nu alsjeblieft onze eigen staat worden? Hè, we hebben eigenlijk alles gedaan wat we moesten doen. Um, uh, en dat uh, die Britten uh, ja, daarmee uh, steeds meer in een heel lastig pakket uh, uh, komen. Um, ja. Harold van Harold, een, een vraag over de bevolkingscijfers. Hè? Um, uh, is het redelijk om te bedenken dat er nu eenmaal veel meer Arabieren zijn dan Joden. Um, ja, dit, dit, dit gebied uh, he, was natuurlijk onderdeel van het Ottomaanse Rijk, uh, onderdeel van een Arabisch continuum uh, al-Shams uh, dus, uh, en, en waren he, Joodse gemeenschappen in die steden. He, maar het platteland was eigenlijk altijd vooral uh, uh, Arabisch uh, van, uh, van karakter, he, vooral Felahin, uh, boer, Boeren. Uh, en daar komt geleidelijk aan, dus nu een, een nieuwe Joodse gemeenschap naast te staan. Uh, en die, die, die groeit uh, snel, he, dat is duidelijk. Uh, maar die Arabische gemeenschap blijft uh, wel al die tijd uh, de grootste. He, en dat heeft dus ook wel weer te maken met hoe die deling dan precies uh, tot stand moet gaan komen om te zorgen dat he, de, de grootste uh, gemeenschappen uh, um, uh, ja, zo, zo veel mogelijk bij elkaar uh, blijven. Um, misschien nog even iets. Uh, 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 de, het Mandatsgebied krijgt de naam Palestina. Waarom Palestina? Um, dat is eigenlijk in, heel interessant. Die naam Palestina, die tot dat moment stond die nergens op de kaarten. He, we, hadden, we hadden Syrië, uh, de grote provincie Syrië, en die was dan weer in verschillende viljets uh, onderverdeeld. Um, uh, maar uh, het woord Palestina, he, als zodanig, um, kwam eigenlijk alleen maar voor in Europa op de uh, plattegronden op de kaarten, uh, schoolkaarten, uh, zonder schoolkaarten uh, die uh, door heel U Europa hingen. Um, he, Palestina is uh, de benaming die uh, de, um, de Romeinen aan het gebied hebben gegeven na het neerslaven de tweede Joodse opstand. He, tot dat moment uh, in de Romeinse tijd had het gebied altijd de provincie Judea geheten, he, uh, Provincia Judea van het Romeinse rijk. Um, uh, maar die, die Romeinen waren zo fed up met, uh, met, 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 met de Joden uh, na die, die tweede uh, opstand, he, dat ze eigenlijk als soort pesterijtje toen besloten, we gaan die uh, provincie hernoemen in de provincia Syria-Palestina. Um, en uh, daarbij, he, die naam Palestina die, uh, die werd gepakt, die refereerde naar een, een, een klassieke erfvijand van uh, uh, de Joden uit de tijd van de Hebreeuwse Bijbel, de Filistijnen. Die bestonden op dat moment totaal niet meer, hè, maar dat was dus een, een verbeelde vijand. Uh, en eigenlijk om de Joden te pesten, hè, werd dus die naam uh, Palestina erop ge gedrukt. Um, en eigenlijk vanaf dat moment hè, wordt dat gebied dus Palestina. Uh, en is dat ook de, hè, de, de gewone politieke benaming tot de ondergang van het Romeinse Rijk en de komst van de Arabieren uh, daar. Um, en eigenlijk alleen in de Romeinse wereld en de. Christelijke wereld, die de voortzetting is van die Romeinse wereld, blijft de naam Palestina in gebruik voor dit gebied. En um, dus op het moment dat die Britten uh, uh, dat gebied uh, veroveren en uh, moeten denken: ja, hoe gaan we dit gebied noemen? Denken zij allemaal aan de kaarten die in hun christelijke scholen hebben gehangen. He, want in die christelijke context werd dat gebied gewoon nog steeds Palestina genoemd. He, en dus wordt de naam Palestina uh, op het gebied uh, gedrukt. En worden dus alle inwoners eh, van dat gebied vervolgens natuurlijk eh, eh, Palestijnen, eh, dat wil zeggen eh, eh, inwoners van het gebied eh, Mandels, Britse mandatsgebied Palestina. Eh, dus zo is eigenlijk die Romeinse benaming, die is, wordt, wordt op dit moment weer een politieke benaming. Nou, dat wordt eh, dus geleidelijk aan eh, ook de benaming voor de Arabische beweging eh, van Watania, die zegt: eh, wij, gaan, wij willen hier eh, eh, op basis hiervan onze. Nationale identiteit uh, formuleren. He, dus binnen de grenzen van dat Britse uh, mannelsgebied. En dat wordt dus de Palestijnse nationale beweging. He, maar tot 1948 is iedereen die in dat gebied woont he, formeel een Palestijn. He, Joden, uh, Arabieren, christenen, moslims, uh, uh, iedereen is, uh, is Palestijn. He, na 1948 he, wordt dat eh, eigenlijk steeds meer exclusiever de, de term voor de Palestijnse Nationale Beweging. He, die eigenlijk op eenzelfde manier als het Zionisme dat eerder deed, probeert de Palestijnse Nationale Droom te verwezenlijken. Nou, we komen um, bij mijn um, slotpunt. Uh, en dat is eigenlijk, eigenlijk uh, in 1948 wordt dan die uh, Staat Israël uh, Opgericht. Um, uh, en, um, nou, er wordt word regelmatig gezegd ja, dat dat is, er komt eigenlijk door de Tweede Wereldoorlog. He, dat is: um, de, de Joden krijgen eigenlijk hun, uh, hun staat. Iedereen vindt het zo zielig wat er met de Joden gebeurd is. Uh, nou, vooruit, he, ze krijgen hun eigen staat. He, in heel veel analyses wordt er een rechtstreeks verband tussen de Tweede Wereldoorlog en um, de, de totstandkoming van de staat Israël getrokken. Nou, zoals je eigenlijk al. He, mijn verhaal, als het goed is, hebt gezien, was die staat Israël of de Joodse staat, de staatsstructuren, waren in de jaren dertig al lang klaar. Dus je kan eigenlijk met net zoveel recht zeggen. door de Tweede Wereldoorlog is de totstandkoming van die Joodse staat eigenlijk vertraagd. Die had eigenlijk al eerder tot stand kunnen komen, want die, was eigenlijk, die stond eigenlijk al, al gereed. Um, nou, wat, wat, uh, wat gebeurt er precies uh, in die interval tussen de Tweede Wereldoorlog uh, en uh, 1948? Um, de Tweede Wereldoorlog: uh, he, dat, uh, uh, veel historici die zeggen he, dat uiteindelijk de grote verliezer van de Tweede Wereldoorlog niet Duitsland is, maar de Britten. Want de Britten hebben om die Tweede Wereldoorlog te winnen eigenlijk hun complete economie ontwricht. Uh, ze hebben al hun soldaten uit hun empire, uit hun kolonies gehaald, om in Europa te gaan vechten. Uh, en op het moment dat, uh, dat ze dan gewonnen hebben, um, dan blijkt eigenlijk dat in dat British Empire precies hetzelfde gebeurt als in alle andere empires. Uh, namelijk dat daar ook nationale bewegingen uh, ontstaan zijn in India, in, uh, 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 op tal van plekken. Um, uh, en, en die zeggen: ja, hallo, wij willen ook nationale zelfstandigheid. En we willen die Britten uh, helemaal niet meer uh, hebben. Dus die Britten, die, die, die tuimelen eigenlijk gelijk in het proces van dekolonisatie. Um, en uh, nou, daar past Palestina natuurlijk ook in. In de zin dat uh, 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 net als, als de, de, de bevolking van India en al die andere kolonies, ook de bevolking in Palestina nu nog weer eens extra uh, sterk zegt: uh, wij Britten opschieten. He, wij willen nu die eigen nationale staat. Um, he, dus, um, uh, dat, dat, en en dat, dat geldt voor. Uh, Joden en Arabieren in Palestina. He, dus uh, eigenlijk niemand is, is, is meer heel blij met, uh, met, met, uh, met de Britten. En dat, dat past in die bredere context. Er komt nog iets bij. dat um, uh, De Britten die gaan eigenlijk een beetje uitrekenen. Denken, ja, welke, welke kolonies moeten we in ieder geval behouden en welke zijn minder belangrijk? Nou, um, het, het belang van Palestina was eigenlijk vooral dat, uh, dat de olie uit Irak via een pijplijn uh, bij Haifa terecht zou komen en dan heel snel naar Engeland gebracht zou kunnen worden. Nou, dat was door allerlei omstandigheden toch al mislukt. Dus die economische betekenis, die, 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 die is eigenlijk gering. En vervolgens is het een enorm wespennest geworden, wat heel veel Britse soldaten kostte. En die Britse soldaten, die wil je eigenlijk gebruiken om India onder controle te houden. Want dat wordt eigenlijk het grote project van die Britten. We moeten India, de kroon He, de juweel in de kroon van, 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 van de Britse ko koning, die moeten we behouden. Um, dus uh, um, uh, dat betekent terugtrekking uit Palestina. Um, he, dus die context van decolonisatie uh, is een belangrijke verklaring voor wat er gebeurt. Uh, dat betekent dat de Britten eigenlijk zeggen: uh, Wij hebben een mandaat ontvangen van de Volkerbond. Nou, de opvolger daarvan is nu de Verenigde Naties. Wij gaan dat mandaat teruggeven. En het, de Volkerbond, de, de, de Verenigde Naties, moeten beslissen of wij aan dat mandaat voldaan hebben. Hebben wij, hè, die gemeenschappen in dat gebied... voldoende geholpen om een zelfstandige staat uh, te worden? Um, nou, dat is uh, eigenlijk precies wat, er, uh, wat, wat die Verenigde Naties gaan doen. He, die gaan een commissie instellen... en die gaan met, met uh, beide partijen uh, spreken... gaan met de Britten spreken... Uh, en die komen met een, uh, uh, een oplossing... en uh, die oplossing heet het delingsbesluit. Nou, waarom deling... He, dat was natuurlijk al eigenlijk vanaf 1920, uh, ik kan zeggen, zat dat in, in, in de lucht. Uh, in de jaren 30 zijn er ook al allerlei plannen geweest. He, dus daar, uh, dat, 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 dat daar een delingsbesluit uit voortkwam, is niet uh, verbazingwekkend. Um, wat ook niet verbazingwekkend is, is dat dat delingsbesluit uh, door die Zionistische beweging omarmd wordt. Want die zijn klaar. Die zeggen, nou, wij, wij, goed, het gebied is wat kleiner dan we gedacht hadden. Dat, daar zijn ze wel duidelijk over. Maar prima, wij aanvaarden dit delingsbesluit en geef ons die, die Joodse staat, zodat we daarmee van start kunnen gaan. En dat we een normaal land kunnen worden. Want het gaat nog steeds om normalisering van Joden. Joden moeten gewoon normale mensen worden. Dus uh, uh, dat, dat die sionistische uh, beweging hiermee akkoord gaat, uh, dat, is, dat is volstrekt begrijpelijk. Het is ook volstrekt begrijpelijk dat de Arabische inwoners van het land daar niet mee akkoord gaan. Uh, uh, omdat, uh, uh, zelfs al zouden zij akkoord gaan en zeggen, oké, okay, geef ons die Arabische staat maar, er was op dat moment niets. Er waren nauwelijks instituties opgebouwd. Door die moeizame relatie tussen het Palestijns leiderschap, het Arabisch leiderschap. En de Britten. Uh, um, uh, 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 en, en doordat de nationale optie eigenlijk nog steeds niet uh, uh, voldoende was uitgeklaard, um, uh, uh, wa was er niet gebouwd aan, uh, aan, aan structuren uh, voor die staat. Um, he, dus uh, zelfs, op, zelfs al zou die Arabische Staat hebben gezegd: ja, prima, he, de, wij, wij geven ons die staat, uh, uh, dan was er eigenlijk nog niets. He, dus je moet eigenlijk zeggen: dat delingsbesluit um, is een besluit dat goed uitkomt voor, die, voor de Joodse gemeenschap, maar waar. Uh, die Arabische gemeenschap, uh, uh, eigenlijk, uh, daar, daar komt het helemaal niet goed voor uit. Is dat helemaal geen goed plan voor? En is het ook goed te begrijpen dat, dat zij dat uh, verwerpen? Um, ze verwerpen het natuurlijk ook, uh, omdat ze uh, voor een deel nog steeds zeggen: We willen groot Syrië. Uh, en anders ook zeggen: ja, Wij willen helemaal geen Joodse staat hier in dit hele gebied uh, hebben. Dus uh, wij, uh, wij, wij, wij willen geen deling. Wij willen zelfs uh, wij willen het liefst eigenlijk een veel groter gebied uh, samen met, met, met Syrië en Libanon uh, als een. Arabische eenheidstaat. Eh, um, uh, nou, dat is natuurlijk ook de positie die door de meeste Arabische landen wordt uh, ingenomen. Um, uh, nou, dat delingsbesluit dat gaat naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarom krijgt dat delingsbesluit toch twee derde van de stemmen? Uh, nou, dat heeft te maken met een andere belangrijke internationale context, en dat is de Koude Oorlog. Um, ik kan zeggen. Tussen 1945 en 1948 hebben we een soort schemerzone, hè, waarin ik kan zeggen, aan de ene kant is die Tweede Wereldoorlog die is voorbij, en aan de andere kant gaat die, die, die koude oorlog eraan komen. Dat, dat hangt in de lucht, maar dat is nog niet uitgekristalliseerd. En dat is eigenlijk precies die periode hè, van 1945 tot 1948, daar kunnen nog allerlei dingen in de wereld geregeld worden. Daar worden, wordt met allerlei grenzen geschoven. Um, er worden he, allerlei nieuwe grenzen getekend. Uh, dat, dat, er is een korte periode uh, waarin dat kan. En die, precies in die periode komt ook dat delingsbesluit uh, bij de Verenigde Naties. En dat resulteert erin he, dat, uh, um, dat tegelijkertijd dat in de context staat van een koude oorlog die eraan gaat komen. En dat eigenlijk aan beide kanten, de, uh, de westerse kant en de kant van uh, de Sovjet-Unie eigenlijk al wordt gedacht, nou wordt gepreludeerd en wordt gedacht dat conflict gaat komen, wie gaat onze kant kiezen? Wie gaat in het Midden-Oosten onze bondgenoot zijn? Nou, um, uh, die zionistische bewegingen speelt het eigenlijk vrij uh, 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 smart, uh, hè? want aan de ene kant um, uh, zien we dat dat westerse blok in, in ontstaan, je denkt, nou ja, die, uh, dit, dit, dit gaat natuurlijk toch een, een, een westers land worden. He, dus die gaan onze kant wel kiezen. Dus laten we dit steunen. He, dan hebben wij in ieder geval een stronghold in het Midden-Oosten. Terwijl aan de andere kant, he, de, 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 de socialisten zijn de grootste partij in die Joodse staat in opbouw. Um, de communisten denken, he, net als al die socialistische uh, partijen in Oost-Europa. Um, ja, die, die gaan bij onze kant opkomen. Dat, dat, dat valt onze kant wel, wel toe. He, dus we zien dat ook communisten uh, het communistische blok in opbouw... Uh, ook hiervoor gaat stemmen. En dat ze eigenlijk alle twee denken... He, dit gaat onze kant oprollen. Um, en en nou, dat, um, uh, die mogelijkheid was er... He, uh, na 1948 eigenlijk niet meer geweest. Dan, dan zijn de grenzen uitgeklaard. He, dan kun je eigenlijk dat spel daartussen nauwelijks meer uh, spelen. Dan liggen de grenzen eigenlijk ook weer vast. He, want dat is eigenlijk precies wat die... Koude oorlog doet. Die Koude oorlog, hè, dat is die is koud in de zin dat dat uh, de politieke situatie in de wereld gaat bevriezen. Um, en dat betekent ook bevriezing van het Arabisch-Israëlisch conflict. Het Arabisch-Israëlisch conflict, hè, dat wordt uitgevochten in die eerste Arabisch-Israëlische oorlog. Um, en vervolgens wordt het eigenlijk geteeld in dat internationale conflict. Um, en uh, uh, het Arabisch-Israëlisch conflict is van uh, 19. 1948 uh, uh, tot 1989, altijd onderdeel van de Koude Oorlog. Uh, waarbij uiteindelijk Israël aan de kant van het Westen komt. En wat betekent dat uh, 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 uiteindelijk Amerika een cruciale rol, uh, eerst Frankrijk, daarna Amerika, een cruciale rol spelen uh, in uh, de positionering van Israël. En de andere kant, uh, dat betekent dat uh, uh, veel Arabische landen uh, uh, de kant op rollen van uh, steun uh, door de Sovjet-Unie. Uh, en dat uh, uiteindelijk Moskou daar ook een belangrijke uh, rol in, in gaat uh, vervullen. Dus um, een koude oorlog betekent dat beide partijen, Westen en Oosten, er geen baat bij hebben als dit conflict geneutraliseerd wordt. Dat is een van de scheidslijnen van de Koude Oorlog. He, dus um, uh, beide partijen hebben in het exact precies hetzelfde als wat er in Europa gebeurt he, met uh, het ijzeren gordijn. Uh, um, uh, de, 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 de bestaande situatie wordt bevroren. He, de overwinning van de een of de ander betekent de verschuiving uh, uh, in de machtsbalans uh, naar de een of de andere kant. He, dus iedereen heeft er echt baat bij dat het conflict blijft bestaan. Dat dat niet opgelost wordt. Want dat zou een neutrale ruimte kunnen realiseren of een overwinning voor de ene of voor de andere kant. Nee, dat wil eigenlijk niemand in die context. Dus dit wordt een bevroren conflict. Dat betekent niet dat er geen oorlogen zijn. Dan gaat Wout van Bekkem jullie vast van alles over vertellen. Maar die oorlogen die vinden eigenlijk allemaal plaats in het kader van die koude oorlog. Dat zijn schermutselingen in het kader van de Koude Oorlog. En daar kan, daar kan nooit iets definitiefs geregeld worden. Daar kan eigenlijk nauwelijks tot vrede gekomen worden. Um, he, want vrede is in, in, niet in het belang van het grotere conflict. Dat kan alleen gebeuren als iemand overstapt van het ene naar het andere kamp. He, dus de enige vrede die uh, tussen Israël en een Arabisch land wordt gesloten is met Egypte. En waarom is dat? Omdat Egypte in de jaren zeventig overstapt van he, steun door de Sovjet-Unie naar steun door de Verenigde Staten. En hè, het is... Uh, uh, de Amerikanen zijn weinig veranderd. Hè, dat zien we nu met die Abrahamic-akkoorden uh, ak weer. Um, uh, steun aan Amer Amerika kan best. Maar dan zegt Amerika... dan moet je ook onze bondgenoot in, uh, in het Midden-Oosten... dan moet dat ook jouw bondgenoot zijn. Um, hè, dus uh, uh, de Egyptenaren moesten Israël dus erkennen... Um, en uh, nou, dat werd de basis voor het eerste, uh, eerste vredesakkoord. Uh, uh, dus je ziet eigenlijk hoe die Koude Oorlog uh, uh, een hele belangrijke factor gaat, uh, gaat vervullen in, uh, in, het, in, in de loop van dat conflict. Uh, hier zitten we er nog precies voor. En dan is er nog ruimte om uh, uh, dingen, uh, uh, dingen te regelen. Uh, nou, dat gebeurt in uh, die eerste Arabisch-Israëlische Oorlog. Die in 1947 begint, eigenlijk op het moment dat dat delingsbesluit in november 1947 wordt aangenomen. begint die oorlog. Uh, dan zijn de Britten nog in het land. En he, die Britten gaan in mei 1948 weg. Maar op het, 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 het moment dat die Britten er zijn, vindt een burgeroorlog plaats. Vooral s'nachts, uh, maar ook steeds meer overdags. Uh, waarbij eigenlijk beide partijen proberen om, om, om facts on the ground te realiseren. Uh, he, om eigenlijk voordat de Britten weggaan, uh, al zoveel mogelijk uh, 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 ja, strategische doelen gerealiseerd uh, te hebben. He, en als dan de Britten weggaan in mei 1948, he, dan, uh, 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 nou, dan wat in de verwachting was, he, op 14 mei wordt de staat Israël opgericht. Er wordt geen Arabische staat opgericht. He, terwijl dat wel natuurlijk de bedoeling is van het delingsbesluit. He, en uh, ik kan zeggen, in die zin is natuurlijk nog altijd de, de stichting van de staat Israël is verbonden. Met de stichting van een Arabische staat hè, in, in het andere deel uh, van Palestina. Dat maakt onderdeel uit van dezelfde resolutie. Hè, dus die internationaal rechtelijke basis is in principe, in, in principe dezelfde hè, voor een Arabische staat. als die dat voor, een, voor de staat Israël is. Nou, dat resulteert in een uh, conventionele oorlog die dan uitbreekt. Hè, die uh, tussen Israël en uh, verschillende buurlanden uh, uh, wordt gevoerd. En dat is natuurlijk een ander type oorlog ook die, uh, die plaatsvindt. Um, nou, daar uh, zijn dikke boeken over geschreven, over die oorlog. Uh, hier hebben we natuurlijk ook veel archiefmateriaal uh, over. Um, uh, er zijn grote historiografische debatten ook tussen historici uh, over, over hoe we dit precies moeten interpreteren. Um, he, ik, ik, ik zal hier uh, alleen even de, 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 de gevolgen van die oorlog uh, benoemen: het gevolg is dat uh, die Joodse staat die is ontstaan. 21% meer grondgebied heeft veroverd. dan in het. Uh, delingsbesluit uh, was, uh, uh, was. gegeven. Hè. En die grenzen worden de grenzen van 1949. van de wapenstilstand genoemd. of ook wel de Groene Lijn. Hè. En eigenlijk vanaf dat moment. Um, uh, wordt dat in. Uh, internationale context gezien. als. Uh, uh, de grenzen van de staat Israël. Waarbij je. Uh, moet aantekenen dat dat dus. Um, nog. Uh, dat, dat, een, dat dit. dat niet elk al. Al die grenzen, dus internationaal rechtelijk, zijn vastgelegd. Je kunt zeggen, de grens met Egypte is vastgelegd in het Vredesverdrag. met Egypte. De grens uh, uh, met uh, Libanon, uh, uh, met uitzondering van een klein gebied, uh, 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 is min of meer vastgelegd. De grens met uh, Syrië is dat uh, niet, omdat er uh, strijd is over de, uh, de staat van de Golan, hoogvlakte. Uh, en de grens uiteindelijk tussen uh, uh, wat, uh, uh, de Westbank en Gaza. Um, Ligt ook hè, natuurlijk uiteindelijk niet uh, uh, onomstotelijk uh, vast. Uh, die, dit, die, die grenzen hè, zijn de grenzen van, van een wapenstilstand uh, van 1949. Uh, hè, maar nou, dat wordt wel hè, als de groene lijn uh, beschouwd, als uh, de min of meer internationaal erkende grenzen uh, van, uh, van Israël. Uh, dus een, een flinke uitbreiding. Uh, Jeruzalem, uh, dat was aanvankelijk in het delingsbesluit, uh, moest dat een, een VN-stad worden. Um, en uh, nou, dat, is, uh, uh, dat is een, een idee fix uh, gebleken he, de VN die kwam niet bij blauwe helmen om dat ook af te dwingen, dus dat is een wedstrijd geworden, wie uh, pakt welk deel van de stad, nou uh, je, um, dat betekent dat Jeruzalem aan de ene kant het de westelijke deel wordt deel van Israël uh, en ook de hoofdstad daarvan en aan de andere kant het oostelijke deel he, wordt veroverd door de Jordaniërs um, en dat wordt samen met de Westbank he, uh, geannexeerd door Jordanië, en dus daar wordt geen Arabische staat gesticht, maar dat wordt deel van Jordanië. Gaza wordt veroverd door de Egyptenaren, nou, die hebben daar wel experimentjes met uh, uh, vormen van politiek zelfbestuur, hè, maar, uh, nou, dat, dat, dat gaat allemaal uh, zeer moeizaam, uh, en uiteindelijk, de Egyptenaren die, uh, die vinden het een heel vervelend gebied om te hebben, en die bedenken eigenlijk allerlei manieren hoe ze daar weg uh, zouden, uh, zouden, zouden kunnen. Um, het levert ook het Palestijnse vluchtelingen-vraagstuk op. Dat is natuurlijk een, een, een grote erfenis van deze oorlog. Uh, uh, circa 700.000 uh, Palestijnen uh, uh, zijn uit hun, uh, uh, hun dorpen, hun steden uh, uh, gevlucht. Uh, nou, er is een groot debat over, uh, over wat precies de achtergrond daarvan is. Is dat uh, uh, by design? Uh, is, dat een, uh, is dat door Israëli's uh, afgedwongen? Zijn ze militair uh, verjaagd? Um, of is dat uh, door Arabische leiders die de Palestijnen hebben opgeroepen om uh, daar weg te gaan, zodat die Arabische legers daar beter konden vechten. Er um, is heel veel uh, debat over. Um, er is ook veel onderzoek naar gedaan. Um, he, en uh, nou, daar, daar blijft ook nog wel onderzoek in te doen. Maar je, je kan toch eigenlijk zeggen dat uh, de, de hoofdtoon van, uh, van, van het debat is dat dit primair met de oorlogscondities te maken heeft. He, dus uh, er woedt oorlog in een gebied. Uh, en hè, dat zien we eigenlijk in alle oorlogen. Hè, nou, dat hebben we natuurlijk nu in Syrië ook gezien. Uh, um, als twee partijen met elkaar vechten, dan blijven de burgers niet zitten. Um, hè, en ja, er zijn ook zeker dan uh, natuurlijk militairen die, uh, um, die uh, verdrijvingen... Uh, voor, uh, voor sommige locaties is dat ook, ook vastgesteld. Dat is Elie zich daaraan uh, bezondigd uh, hebben. Uh, hè, maar grotendeels zien we eigenlijk toch vooral dat die vluchtelingen... Uh, ontstaan zijn door de, de oorlogscontext en uh, do, door de gevechten die plaatsvinden, door angst van burgers om uh, um, uh, um, uh, slachtoffer uh, te worden. Uh, en uh, nou, dan, dan zien we dat, die, uh, uh, dat, 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 dat grote groepen Palestijnen uiteindelijk in de buurlanden terechtkomen, die eigenlijk ook weer op heel verschillende manieren met die uh, Palestijnse vluchtelingen omgaan. Uh, en uh, uh, nou, dat. Uh, dat is eigenlijk een van de grote hè, politieke erfenissen van deze uh, oorlog tot, uh, tot, tot op dit moment. Um, een ander heel belangrijk gevolg is dat um, deze oorlog uh, in de Arabische wereld grote consequenties krijgt. Want al die landen die ter strijde getrokken waren tegen Israël, die deden dat met een zekere bravoure. Hè, die zeiden: dit gaan we wel even klaren. Uh, dat is ook precies een van de redenen waarom ze uh, deze oorlog verloren hebben. Omdat ze, dat ze eigenlijk niet, dat ze eigenlijk allemaal al dachten, hè, die Joodstaat die vegen wij wel weg. Uh, maar vervolgens uh, uh, vechten we eigenlijk tegen onze uh, tegen, uh, tegen Jordanië of tegen Syrië. En we willen eigenlijk allemaal een zo groot mogelijk stuk van deze cake hebben. Dus ze vochten ook tegen elkaar. Er was geen coördinatie daartussen. En dat was eigenlijk precies dat was de, 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 de mogelijkheid voor Israëli's om, om, om hier militair de, de lakens uit, uit te delen. In, die, in, in al die landen, die Arabische landen, zien we eigenlijk dat vervolgens ja, de politieke legitimiteit van die zittende. Uh, uh, ...politieke bestuurders die vaak nog door de koloniale grootmachten waren neergezet... Uh, ...ondergraven is en dat de een en de ander echt als domino's omvallen. En dat daar nieuwe regimes uh, komen. Uh, uh, vaak ook uh, dus vanuit de nationale bewegingen. Uh, de de, de Baaf-partij bijvoorbeeld in Irak en in, uh, in Syrië... Uh, ...die een pan-Arabisch ideaal uh, najagen. Uh, Nasser um, met zijn eigen nassaristische uh, variant... Uh, en die eigenlijk allemaal uh, um, ja, mede ook op de belofte van: wij gaan uh, uh, het probleem van deze Eerste Arabische Zeeuwse Oorlog, die ga, dat gaan we rechtzetten. Uh, hey, dus de, 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 daarmee wordt dat, hè, wat eigenlijk een klein regionaal conflict uh, is, dat wordt daardoor ook in, die, in de politiek uh, een, een belangrijk uh, thema, dat eigenlijk steeds opnieuw weer, uh, weer, weer terugkeert. Um, en in die zin moet je zeggen dat die Eerste Arabische Zeeuwse Oorlog. Um, he, wat uh, dat, dat, dat voor een heel belangrijk deel. Ik zeg, het, re het resultaat is van het hele proces. wat we hiervoor hebben gezien. He, de opkomst van nationale bewegingen. Uh, van, van aan, aan Arabische kant en aan Joodse kant. Um, het Britse mandaat. en de, de keuze die de Britten hebben gemaakt. He, dat levert uiteindelijk. Um, dat delingsplan op. Um, en dat, dat verklaart ook. He, waarom dat voor de een wel. en voor de ander niet aanvaardbaar is. Um, um, en tegelijkertijd die oorlog die daar ontstaat. He, dat, dat, uh, dat, ja, dat zorgt eigenlijk voor de, de politieke kwesties die tot op, dat moment, uh, die tot op dit moment eigenlijk nog steeds uh, actueel zijn. He, dus uh, uh, de vraag van uh, het grondgebied, de vraag van Jeruzalem, het Palestijns vluchtelingenvraagstuk. He, dat zijn eigenlijk nog steeds de, de, de grote thema's. Nou, de oplossingen voor die thema's he, die zijn eigenlijk zolang die Koude Oorlog duurt uh, 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 niet mogelijk. Pas op het moment dat die Koude Oorlog is afgelopen. 1989, hè, dan valt eigenlijk dat grote conflict, dat dit kleine conflict gijzelt, valt weg. Dan wordt het voor het eerst wat het eigenlijk is, namelijk een klein regionaal conflict. Wat in principe door de regionale partners ook zelf opgelost zou moeten kunnen worden. Door gewoon goed met elkaar te praten, door compromissen te sluiten, wat politici altijd doen. Um, hè, dus dan krijgen we een periode van 1989 hè, tot 2000 van het vredesproces, waarin er eigenlijk opnieuw een periode in. In de wereldgeschiedenis is waarin geen groot overkoepelend conflict is. En dat geeft eigenlijk ruimte om aan oplossingen te werken. Um, de vrede met Jordanië komt er dan, um, de vrede met de PLO komt er, de start van uh, de, de Palestijnse um, uh, autoriteit. Um, he, waarbij je wel moet zeggen he, dat, uh, dat, dat daar eigenlijk voortdurend die ongelijktijdigheid uh, uh, in, in zichtbaar is. He, Israël is een volledige moderne uh, staat, een, een militaire, uh, uh, een zeer grote uh, partij. Uh, en aan de andere kant, die Palestijnen, he, die zijn natuurlijk uh, in politieke zin geen schim uh, uh, daarvan. Um, he, en dat zijn wel die partijen die, die samen uh, tot, tot een oplossing uh, uh, moeten komen. He, dus dat, dat, dat definieert voor een deel natuurlijk ook wel de machtsverhoudingen uh, die, uh, die aanwezig zijn. Um, vanaf 2000 he, uh, moet je zeggen, is er een nieuw groot internationaal conflict, de uh, War on Terror, uh, die eigenlijk dit regionale conflict weer helemaal heeft gekaapt. Uh, en dat, uh, dat uh, eigenlijk opnieuw voor zorgt dat uh, het conflict weer is gegijzeld. En uh, dat um, uh, daar uh, vanaf dat moment heel weinig ruimte is om, uh, om aan oplossingen te werken. He, omdat dat eigenlijk allemaal in dat grote conflict uh, wordt, uh, wordt, wordt geteeld. Um, goed, ik ga uh, hier een, uh, een punt zetten. Uh, dit zijn uh, grote lijnen uh, die ik uh, voor u heb geschetst over de uh, periode 1881 tot 1948. Um, ik hoop dat, dat, uh, dat u heeft laten zien hoe belangrijk die internationale context is, die grotere geopolitiek. Um, en hoe belangrijk het is om, uh, om ruimte voor die, 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 uh, die, die, die routes van uh, Arabische en Joodse uh, bewoners uh, in interactie uh, tot elkaar te zien. En, um, nou, ik hoop dat dit een, een mooi fundament is uh, voor, uh, voor de volgende uh, colleges. Ik ga nu even de presentatie sluiten en naar uh, de vragen. Um, even kijken hoor, wat uh, staat hier aan uh, vragen open? Um, ja, de uh, Peter die maakt een opmerking over uh, Joden uit de Arabische landen. Hè, dat, dat daar ook zo'n uh, 700.000 Joden uit de Arabische landen uh, 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 gezet zijn, zoals hij hier schrijft. Um, ja, ik, ik weet dat, daar, uh, dat, dat die, die twee uh, vaak uh, aan elkaar gekoppeld worden. Aan de ene kant Palestijnse vluchtelingen en aan de andere kant hè, de, uh, uh, de, 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 de Joden uit de Arabische uh, wereld. Um, ik moet zeggen dat ik die, die twee graag uit elkaar wil houden. Dat zijn twee losse thema's. Um, en ik denk dat het, uh, dat het weinig vruchtbaar is om die twee aan elkaar te knopen. Um, he, dat zijn, dat zijn te zeer zelfstandige thema's. Um, uh, uh, het, het punt van uh, de, uh, de, de Joden in de Arabische landen he, is dat je, dat, dat je moet zeggen dat dat een proces is dat over een veel langere periode plaatsvindt. Uh, waar eigenlijk ieder land uh, daar weer andere uh, condities in zijn. He, sommige landen waar Joden uh, eigenlijk vrij makkelijk uh, konden uh, vertrekken, uh, andere landen waarin uh, Joden uh, 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 werden vervolgd of uh, in ieder geval heel dringend uh, uh, gepoest werden. Um, uh, Vooral een belangrijk deel speelt hier ook nog de context van decolonisatie een rol. Um, he, dat uh, landen als Marokko en uh, uh, Algerije, Tunesië, he, dat, dat, die zijn onder Franse uh, controle, of zelfs deel van Frankrijk, zoals Algerije. En dat um, uh, het verdwijnen van de Joden uit die gebieden. Um, uh, uh, Vooral, vooral of deels ook te maken heeft met uh, het terugtrekken van de Fransen uit die gebieden. Hè, en, en daarin uh, vooral samen met de Pied Noir en met, 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 met Franse burgers uh, bekeken moet worden. En dus dit is eigenlijk een, is een heel complex thema dat um, uh, zelfstandig, uh, denk ik, uh, 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 behandeling uh, uh, verdient. Uh, dus heel belangrijk thema, uh, maar ga dat niet uh, uh, te makkelijk aan elkaar koppelen. Dat um, is een vraag van Peter Smit. Um, ja, hoe, uh, dat gaat over die, de, de Eerste Arabische Zeeuwse Oorlog. Hè. Uh, um, is, is daar nou sprake van een Arabische overmacht die Israël aanviel? Hè, of hoe, hoe lagen eigenlijk de feitelijke militaire verhoudingen? Um, nou, dat, uh, dat, dat is een mooie vraag. Uh, daar is veel onderzoek ook naar, uh, naar gedaan. Um, uh, kijk aan de, je, je, je kan eigenlijk altijd, altijd op, op twee manieren kun je, je hier naar kijken he, je, kan, je kan zeggen van kijk Israël dat kleine landje, he, dat is een heel klein gebied dat, dat staat he, tegenover talloze uh, landen in de omgeving uh, die uh, het land niet erkennen he, en die in, in dit soort oorlogen ook tegen dat land uh, vechten um, he, qua omvang he, moet je natuurlijk zeggen, demografische omvang, uh, omvang uh, qua gebied zijn die Arabische landen natuurlijk veel groter um, aan de andere kant ja, um, uh, uh, nou, zijn twee dingen van belang. He, eigenlijk één: um, uh, Israël is nooit zonder bondgenoten in de regio. Israël heeft altijd bondgenoten gehad. Dat zijn wel wisselende bondgenoten en de status van die bondgenoten verandert ook wel steeds, he, maar er zijn ook altijd steeds uh, uh, bondgenoten. Aanvankelijk is dat he, uh, het idee van alle niet-Arabische volkeren die uh, elkaar steunen. He, dus de Israëli's, de Turken, de Koerden. En de, de Persen, de Iraniërs, dat, dat vormt met elkaar een soort halve maan eh, van, van militaire bondgenoten eh, van elkaar. Nou, die coalitie is nu, eh, die, 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 die valt eigenlijk al, er eh, gaan delen van schuiven naar de, 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 de revolutie in, in Iran. Eh, nou, Turkije is, is, is natuurlijk in wat recentere tijd eh, ook verschoven. Alleen de Koerden zijn daar nog van overgebleven. Maar je ziet dat vervolgens natuurlijk in het kader van de Koude Oorlog Egypte een bondgenoot wordt en dat tegenwoordig er eigenlijk een Soenitische alliantie is waar Israël bij hoort en aan de andere kant een Shiïtische alliantie met Iran en Syrië en Hezbollah, wat de andere alliantie is. Dus Israël heeft ook altijd bondgenoten, soms duidelijk, soms minder duidelijk. Dan naar de Eerste Arabische Zeeuwse Oorlog. Uh, de, die Arabische staten die uh, er, zijn, er zijn uiteindelijk tien landen die, uh, die, die Israël de oorlog verklaren. Een deel van die landen die stuurt geen soldaten. Uh, een deel daarvan stuurt uh, een klein aantal soldaten. Uh, en eigenlijk maar één land heeft een, een volwaardig modern leger, en dat is Jordanië. Um, nou, dat is een groot verschil met, met de Joodse kant. Uh, de de Israëlische strijdmachten die worden gecreëerd uh, uit de Haganah. Uh, die bestaan voor een deel uit uh, uh, soldaten van de Joodse Brigade. die echt net uit Europa terugkomen. en daar in de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten. die uh, training van de Britten hebben ontvangen. Uh, 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 tegelijkertijd, vanuit het communistische blok. Uh, via Tsjechië, uh, Tsjechoslowakije. komen er uh, moderne wapens uh, naar Israël. Uh, uh, ondanks een wapenembargo. Uh, wat de Arabische Staten wel. Uh, 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 tegenhoudt om moderne wapens aan te schaffen. He, dus we zien dat in militaire zin um, die uh, Israëlische tijdkrachten eigenlijk al uh, heel snel duidelijk is dat, dat die superieur zijn en dat die uh, veel sterker zijn. Eigenlijk alleen de jo Jordaniërs zijn een serieuze uh, partij uh, voor de Israëli's. Uh, betekent niet dat er geen momenten in die Eerste Arabische Israëlische oorlog geweest zijn die, die spannend geweest zijn en waarin Israëli's He, ook echt het gevoel hebben gehad, uh, uh, het hangt aan een zijde, uh, zijde draadje. Um, he, uh, realiseer je dat uh, uh, uiteindelijk, er wonen niet zoveel mensen in Israël. En uh, um, uh, uiteindelijk kende iedereen wel mensen die, uh, die slachtoffer werden van die oorlog. He, dus die oorlog kwam ook heel erg dichtbij en uh, die Israëlische soldaten die hadden natuurlijk ook heel erg het gevoel, wij vechten voor onze eigen families, die vlak hier achter onze, hè, onze, onze ons rug uh, wonen en uh, die Arabische uh, uh, landen ja, die vochten eigenlijk buiten hun eigen gebied hè, dus die motivatie is in die zin ook verschillend, dat heeft tot een militaire doctrine in is geleid hè. die militaire doctrine, dat is al vanaf dat moment eigenlijk heeft gezegd, wij willen nooit meer vechten op ons eigen grondgebied als er een oorlog moet zijn, maar dan doen we het op het grondgebied van de ander. Um, en, dat is die, en, en daar komt de hele doctrine van de preemptive strike uit voort. He? Al dat idee: we moeten uh, op het grond, o, buiten ons eigen grondgebied uh, vechten. Um, dus dat, uh, dat verklaart denk ik wel de, uh, de, de achtergronden. Um, even kijken, ik heb hier uh, een aantal bedankjes van iedereen. Nou, dat is mooi te horen, met, met veel plezier. Uh, ja, dus uh, de. De Joodse vluchting uit de Arabische staat heb ik natuurlijk al even over gezegd. Hè. Die, uh, een, een deel daarvan hè, die gaat dus in, in de context van dekolonisatie... naar Frankrijk, uh, naar uh, uh, Canada, uh, naar Engeland. Uh, een deel daarvan komt naar Israël, hè, waarin uh, uh, dat, dat natuurlijk naast de, de Askenazische bevolkingsgroep een, een heel snel groeiende bevolkingsgroep is geworden. Hè, met uh, tegenwoordig, hè, de, de huidige Israëlische bevolking, uh, stamt van meerderheid in meerderheid af. Van Joden uit de Arabische, uit de Arabische wereld. He, dus dit is een, um, uh, in die zin: uh, Israël uh, wordt steeds meer een Midden-Oosters land, en dat, uh, dat, dat wordt ook hierin uh, in zichtbaar. Um, Even kijken. Ja, het woord uh, uh, kolonisatie, uh, uh, Erik uh, Fuchs. Ja, dat is een, uh, een woord dat, dat, dat uh, in, in zekere zin behulpzaam is. Hè. Ik heb je laten zien in hoeverre dat, dat hele denken, dat mandaatsdenken, natuurlijk verweven is met uh, koloniaal uh, denken. Um, dus, en, en dat ook de gebeurtenissen na 1945 uh, sterk te maken hebben met de context van dekolonisatie. Um, uh, dus de uh, kol koloniale context, hè, en ook, ook de Belfort Declaration, kun je hè, natuurlijk buiten die koloniale context moeilijk uh, uh, plaatsen, dat heeft helemaal allemaal met dat kolonia kolonialisme uh, uh, te maken. Um, en uh, in, 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 in de Zionistische beweging hè, moet je zeggen, um, uh, die heeft overeenkomsten en verschillen. Uh, aan de ene kant hè, moet je zeggen, hè, de, de trek van uh, burgers uit Europa naar andere delen van de wereld. Um, uh, ja, dat gebeurt ook in, in, in deze context. Um, wat wel een verschil is, is natuurlijk dat hè, een kenmerk van kolonialisme is dat uh, de periferie, hè, waar dan die kolonisten naartoe gaan, hè, uiteindelijk um, economische baten voor het moederland. ...moet, moet uh, genereren. He, dus dat eigenlijk altijd de kolonie staat ten dienste van de kolonisator... He, ...van het, het moederland. Um, dat is natuurlijk in de context van uh, die Zionistische Beweging anders... He, ...omdat daar, um, ja, dat, 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 uh, het idee is dat uh, uh, het gebied waar je naartoe gaat... Uh, uh, ...ook het moederland zelf is. He, dus dat dat niet ten bate van een andere uh, derde partij uh, wordt, uh, wordt, wordt ge, 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 gebruikt. Um, he, dus he, de, de, de hele context van kolonialisme is, uh, is belangrijk, denk ik. Uh, he, maar je moet wel heel zorgvuldig, denk ik, uh, voortdurend kijken. op welke punten helpt het uh, voor een beter begrip en welke punten uh, uh, niet of, uh, of minder. Uh, Samu, uh, ja, hoe, hoe zit dat met de Arabische landen en uh, het Palestijnse uh, vraagstuk? He, de oplossing uh, daarvan? Uh, ja, ook, ook hier moet je zeggen: er zijn veel Arabische landen die allemaal op verschillende manieren uh, zich in dat, in dat dossier van de Palestijnen hebben uh, gepositioneerd. Um, hè. Eén, eigenlijk wat je ziet, is dat um, de erfenis van die Eerste Arabische Israëlische Oorlog... Is, wordt heel, is heel belangrijk voor hun eigen politieke legitimiteit. Hè, dus een oplossing daarvan uh, is, uh, zeker in de jaren 50 en de jaren 60... Hè, hoewel er wel degelijk vredesbesprekingen geweest zijn, die ook best hadden kunnen slagen... Um, waren het niet dat dat in de context van de Koude Oorlog he, de, de grootmachten dat niet wilden? Um, en dat dat niet, niet goed uitkwam. Um, maar je ziet wel dat dat een. een, een ook ook, ook het de, de hele, de hele idee van Koude Oorlog: bevriezen van conflicten. betekent ook bevriezen van het Palestijnse uh, uh, vluchtelingenvraagstuk. En uh, uh, nou, vanaf 1989 he, zou je kunnen zeggen. worden er serieuze pogingen gedaan om dat uh, op te lossen. Uh, met het idee van de Palestijnse autoriteit uh, en de mogelijke opvang van uh, kleine groepen in Israël en grote groepen in de Palestijnse gebieden. Uh, uh, nou, dat is uiteindelijk is dat natuurlijk allemaal uh, uh, ja, op, op, nog steeds op niets uh, uit, uitgedraaid. Um, uh, de, de, de belangrijkste oplossing natuurlijk nog steeds op individueel niveau voor Palestijnen, hè, dat zijn de golfstaten geweest. Hè, dat, dat, dat natuurlijk veel Palestijnen daar zijn gaan werken en, en daar ook een, een goed bestaan hebben kunnen uh, opbouwen. Um, uh, een collectieve oplossing hè, voor, uh, voor, voor Palestijnse vluchtelingen, hè, die is er natuurlijk nog steeds uh, niet. Ehm. Um. Ja, de houding van de Britten. Uh, nou, je, 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 je hebt wel in mijn verhaal gehoord dat uh, ik denk dat die hele. Um, uh, dat, dat de, de, de Britse positie. natuurlijk uiteindelijk cruciaal is geweest voor het slagen van, dat, uh, van die zionistische beweging. En dat. het hele idee. Uh, en, en er is veel onderzoek gedaan ook echt naar, eh, naar, nou, naar. wat, uh, wat nou eigenlijk de Britse. Uh, 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 hoe de Britse houding gekarakteriseerd kan worden. Aan uh, de ene kant wordt gezegd... dat ze waren meer op de hand van de Arabische bevolking. Aan de andere kant wordt gezegd... Dat ze waren meer op de hand van de, uh, de Joodse bevolking. Uiteindelijk moet je zeggen... ze waren natuurlijk vooral op de hand van de eigen Britse belangen. En soms liep dat parallel met de Joodse bevolking... soms liep dat parallel met de Arabische bevolking. Uh, in Groos en Gansen wilden ze vooral geen gedoe. Uh, ze wilden niet dat hun eigen soldaten... Uh, in een conflict gesleept werden... waar ze tot over hun oren in zaten... Um, uh, en dus de, de kortste route naar einde van gedoe, dat is eigenlijk de Britse strategie vaak. En je kan wel zeggen, de verhoudingen met de Arabische bevolking, die, um, uh, met, met ieder geval delen daarvan, die zijn eigenlijk al direct gespannen. Uh, de verhouding met de Joodse bevolking uh, wordt dat uh, vanaf het eind, eind jaren dertig eigenlijk steeds meer. Uh, met als hoogtepunt natuurlijk de context van dekolonisatie. Um, nou, even kijken wat hier hebben we nog meer bedankjes. Goed te horen allemaal. Uh, ja, Anja, inderdaad. Dus, dus de Joden uit, uh, met een Mizrahi achtergrond met een uh, achtergrond uit het Arabisch gebied uh, in Israël uh, zijn groter dan Joden, afkomstig uit het Oostblok, zeker. Uh, Peter. Ja, nou ja, dus uh, Peter, ik, 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 ik zou zeggen: eh, ik, vind, ik vind het uitstekend dat er aandacht voor is, um, maar um, maak die koppeling niet. Uh, eh, of, of niet op die, op die manier. Ik denk dat dat uh, uh, in, aan beide, beide kanten een, een, uh, uh, tot, tot vertekeningen leidt. En uh, dat we gewoon heel zorgvuldig moeten, uh, die, die contexten uit elkaar moeten houden. Goed. Um. Ik denk dat, we, dat ik de vragen heb, heb gehad. Uh, ik, uh, ik moet zeggen, het, het is een beetje jammer dat ik geen gezichten erbij heb gezien. Uh, maar, maar goed om te lezen dat, uh, dat zoveel mensen met, uh, met plezier hiernaar gekeken hebben. Ja, hartelijk uh, bedankt, uh, Bart Wallet. Uh, dit was dus de allereerste lezing van de CD-informatiereeks Israël in het Midden-Oosten. Uh, Bent u pas later ingeschakeld en wilt u de rest van de lezing nog eens terugkijken? Dat kan zeker. Dat kan op onze website www.cidi.nl en via de Facebookpagina van CIDI. Daarnaast uh, volgende week uh, natuurlijk de volgende lezing. Zelfde tijdstip, woensdagochtend om tien uur. Dan zal professor Dr. Anders van Bekkum van de Rijksuniversiteit Groningen spreken. Lockdown, lockdown. Uh, en waar de focus uh, dus uh, lag bij... Uh, Bart Ouellet op uh, de historische achtergronden tot aan 1948, zal dus uh, van Beckham vooral ingaan op sinds 1948. Uh, maar hij zal ook een nadruk op, uh, uh, op het onderwijs leggen, dus denk daarbij aan bijvoorbeeld de historiografie uh, in Israël. Uh, iedereen uh, hartelijk bedankt voor het kijken, hopelijk tot volgende week. En uh, wilt u deze lezingen steunen? Dat kan zeker. Dat kan uh, door een donatie of om door vriend te worden van Cidi. Uh, dit kan op verschillende manieren, en meer informatie hierover uh, kunt u vinden op de website van Cidi, cidi.nl. Dus, uh, iedereen hartelijk dank en tot volgende week.